Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter, Jan Mark en mijn naam is Johan. Ja, en misschien komen er nog meer mensen bij, je weet maar nooit. Het is altijd weer een gok hier ook. En ja, wat kan ik nog meer zeggen? U kunt reageren in de chat. Ik zie al dat er in de chat wordt gereageerd, dus ja, het mag altijd maar, nog meer. Waar reageren we dan op? Want we hebben nog gewoon niks gezegd. Dan kan je eigenlijk niet reageren. Nou ja, je zat wel de hele tijd te ouwehoeren. Dus, ja, maar ouwehoeren gewoon, zodra we kunnen ouwehoeren, niet reactief is dat. Het wordt gezet over je kabel en je F die is al even gereageerd. Ja, allemaal op hele persoonlijke dingen en dan, ja, goed. Klimaat inwikkelen met glasvezel. Mooier internetklimaat. Ik heb zo'n zin in dat bericht over die buitenaardse wezens. Och, ik heb zo'n zin in. Heb je hem wel een beetje aan het begin geplaatst? Of, ja, ik kom voor mij ergens halverwege. Dus, halverwege? Ja, maar dat trek ik niet. Ik wil er direct over. Als die olie klaar is en die bitcoin, dan wil ik los. Ik zit de hele dag zit ik gewoon. Ik ben er helemaal klaar voor. Je doet het maar als eerste hoor, godverdomme. Heb geduld. Wij doen dit alleen als uitlaatklep, geloof ik. Hè? Dus, luisteraars, ik ga die luisteraars. Ik ga gewoon los over die aliens. Het maakt me niet in mijn gereed uit of het eerste of het tiende bericht is. Ik ga gewoon op. Ram er gelijk in. Nou, laten we eerst nog even beginnen met wat aankondigingen. We hebben sowieso een GVW-e-guldens weg, zoals altijd. Elektronische guldens. Even kijken hoor, moeten we natuurlijk even hier. Oh, hartstikke idee. Hierboven kun je zien evl.nl als je een wallet wil hebben. En anders moet je even googlen Stichting E-Gulden Foundation of zoiets. Dan kom je vanzelf wel tegen. Als je meer over wil weten, ook als je een hardcore wallet wil hebben. Ja, we geven E-Gulden weg. Dat kun je doen door uitroepteken Ron Paul. Ja, hardware wallet. Dat is een warm klimaat. Nee, een mooi klimaat. Schoner klimaat. Oké. Okay. Maar die e-gulders kun je winnen. Of je maakt de kans op door uitroepteken Ron Paul in de chat te typen. Nou, vorige week had iedereen gewonnen. Dus ik moet er nog over maken. Sorry. Ja, dus, nog wat doen. Oh jee. Je wou net eindelijk wat kopen. Bijna deurwaarder had ik. God. Nou, ik geef maar 10 e-gulders weg. Dus dat is een paar cent. Even kijken. Uitroepteken Ron Paul in de chat. Moet je wel op Twitch zitten, anders werkt het niet. Laten we maar beginnen verder met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Ons vaste rubriekje. Nou, daar heb ik mijn telefoon weer voor nodig. Even kijken. Hoppa. Staatsschuldmeter, dat hebben we bijna een half jaar niet meer gedaan. Oh ja, die doen we niet meer. Nee, de marihuana-index. Ja, sorry. Beginnen even met olie, 107.14. Oh, die is weer omhoog geknald. Ja, is het omhoog geknald? Ik dacht dat het was nog op een gegeven moment 120. Ja, goed, maar hij staat op één dag, sorry. Op een week zetten. Ja. Oh ja, hij heeft een kleinheid omlaag gegaan. En nu gaat hier heeft hij een fake-out of zo. Dat is iets van 115 of zo vorige keer. Ja. Het begint echt te werken, die renteverhogingen. Je ziet gewoon alles in elkaar krimpen. Die olieprijzen gewoon plunderd naar beneden. Ja. Ze geven er bijna gratis weg. Ja, ga je het nog aan de pomp merken, denk je? Ah ja, €2,12 voor diesel, hè? Dacht ik. Oh, dat is iets lager weer, toch? Nee, het is weer hoger. Hij was even onder de €2, maar zelfs onder de 1,90 was je even. Okay. Hij staat nu weer Ik heb nog nooit, diesel boven de €2 gezien. €2,12. Ja, wel gezien. Ik heb het 10 cent onder de benzineprijs gezien. Volgens mij, ja, dat is wel snelweg, denk ik. 2,40, 2,50. Oh, snelweg, ja. Nou, dit was gewoon in de stad. Ja, dan hebben we hier, even kijken, wat zal dit zijn? Oh, dat is goud. Dan moet ik hem ook even op een week zetten. $18.43 per ounce. Oh, wacht even. Ik zat helemaal verkeerd. Dit is olie. Net had ik goud voor me. Dit is de olie. Denk ik. Ja, crude oil. Ja, goud is een beetje omlaag, maar
Ja, wat was het nou? Vijf dagen geleden was het 1847 en nu is het 1843. Houdt redelijk stand. Ondanks die enorme renteverhogingen die gewoon alle prijzen gewoon helemaal de grond in pletten. Ja, en dan nog de Bitcoin. Ja, die krijgt wel klappen. Jemig man. Ik heb... Hè? Houdt die op dan? Ik heb nou iets... Oh, ik heb echt een hele verkeerde... Ja. Verkeerde deal. Je staat $20,332 per Bitcoin. Maar hij is even onder de 17.000 geweest. Hij is afgelopen, wat was het? Na het weekend zo. Zaterdag. Oh nee, in het weekend. Zaterdag was die, die 17.918. Nou, dus dat is beneden het vorige hoogtepunt. Het was nog nooit voorgekomen dat hij bij een crash beneden het hoogtepunt van de vorige cycle. Ik heb hier ja, dat is een euro. Dus dat is €16,830. Dat was drie dagen geleden. Ja. Dus in die zin is hij nou weer ja, omhoog, ja. Relatief. Ja. Wat je ervan zeggen? Ja, het staat nog steeds onder druk. Hè. Ik zag dat hij net ook weer eventjes onder de 20.000 tipte. Er hangt natuurlijk zoveel van die enge dingen boven de markt. Hè. Het begon met dat Luna, de stablecoin die omviel met 50 miljard of zo, zo'n soort bedrag. En dan is het even afwachten wie die miljarden vast hadden. En, en die komen dan in het probleem en die moeten dan ook allerlei dingen gaan verkopen. En dat was Celsius zat geloof ik in de problemen. En Three Arrows Capital zat in de problemen. Nou was er geloof ik nog een exchange of zo. Die, ja, iedereen die daar geld had staan. Er komt langzamerhand van naar boven. Van, ja, dan worden mensen natuurlijk angstig. En die gaan steeds meer withdrawal doen. Waardoor ze nog sneller in de problemen komen. Of het nog sneller duidelijk wordt wie de problemen heeft. Ja, het is nog steeds het idee van ja, hangen er nog margin calls boven de markt? Van dat er, want wat ik ook hoorde bijvoorbeeld van dat Three Arrows Capital, die heeft een heleboel van die coins en die zitten in lock-up periodes. Die hebben geïnvesteerd, maar daar hebben ze de belofte dat ze niet verkopen binnen zoveel tijd. Maar als die in de financiële problemen zitten, dan kunnen ze nou niet meer verkopen. Hebben ze misschien alles verkocht wat ze mochten verkopen, maar zodra er zo'n lock-up periode voorbij komt, dan wordt dat er gelijk weer uitgehaald en gedumpt. Dat kan nog een beetje naijden. Dat soort. En daar is het markt natuurlijk bang voor. Ja. Ja, dus er staan er behoorlijk wat op. Ja, tenminste, als hij onder de recente dieptepunt gaat, dan gaan er een paar over de kop. En dan had iemand dat uitgerekend, dan kan hij rustig naar de 10.000 gaan, de Bitcoin. Ja, en dan begint Michael Saylor ook een beetje in de problemen te komen. Ja, hij heeft ook geld geleend om zijn bitcoins te kopen. Ja, hij zit zelf bij de 8000, maar iemand anders had gezegd van nee, dat is echt 14.000 hoor. Dat bij hem de margin calls afgaan. Ja, en het heeft altijd een neiging om daar naartoe te gaan. Want als dat als er boven de markt hangt, dan durft niemand te kopen. Totdat er duidelijkheid is erover. En duidelijkheid is eigenlijk alleen maar van ja, hij heeft geliquideerd. Maar er was toch echt wel zo'n buywall bij de rond de 20.000. Dat echt allemaal mensen hadden daar een kooporde staan. Van, ze dachten daar, dat daar het komt hij nooit onder. Ja, maar daar is hij al doorheen als het goed is. Ja. Ja, het valt me op dat die bounces zo zwak zijn eigenlijk. Dus als het omhoog gaat, dat er gelijk weer vrij snel verkocht wordt. Ja. Ik denk dat toch aardig wat mensen wel een dieper dieptepunt zien komen. Hè? En eigenlijk is nu echt de bear market begonnen. Ja, die is al een tijdje geleden begonnen. Maar het is nu wel duidelijk dat het een lange winter gaat worden. Dus ik denk dat even mensen zoiets hebben van... Het is helemaal duidelijk, dat hangt ervan af. Het kan natuurlijk een keiharde liquidatie zijn. En dat mensen denken van nou is alle pijn eruit, zeg maar. Er zijn alle verliezen genomen van mensen die te veel leverage long hebben. En dan kan het alweer weer terugkomen. Maar ik heb het idee dat nog niet alle appels uit de boom geschud zijn. Omdat er gewoon een heleboel mensen, ja, die zitten allemaal met leverage. En die zaten ook in die
in die renteplatforms. Nou, ja, we hebben Ethereum en dat steken we dan. Maar ja, dan kan je er niet meer bij. Maar dan kan je Liquid steken, want dan maakt er iemand anders een token. Dat is dan gelijk aan de staked Ethereum. En die kan je dan wel verhandelen. En die verkoop ik weer. En dan gebruik ik dat weer als deposit om rente op te vangen. En ja, dan kan je bij elkaar heel veel rente vangen. Maar er zitten zoveel schakels tussen, dat als er één ergens iets omvalt met zo'n... En de UST is daar denk ik zo'n voorbeeld van. Dan is opeens één zo'n tussenpartij al zijn kapitaal kwijt. En dan zit iedereen die in die hele keten zit, is dat dan opeens de sjaak. Mm-hmm. Even kijken, dan had ik nog de marihuana index. Die staat op 15.71. Ja, wat kunnen we er verder over zeggen? Dus ik zoom even uit hoor. Ja, die zit al heel lang in een bear market. Maar ja, elke keer als we die behandelen, dan zeg ik dat. Ja, dat was toen ook zo'n bubbel van, het wordt vrijgegeven, het wordt online veel geld verdienen. En dat hadden ze natuurlijk ook beloofd eigenlijk. Hè? Van, nou, als je het legaal maakt, kan je enorm veel, een hele business en miljarden. En dan kan je de hele, weet ik veel, de armoede in de wereld mee oplossen. En dan al die beleggers, oh, daar moet ik in zitten. En dan, ja, blijkt het toch allemaal wat minder dan verwachten. Ja, en dan heb ik, even kijken, waar wordt hier een fles geconfiskeerd? Even kijken. Het is ook niet zo dat iedereen zich helemaal suf gaat roken aan marihuana, alleen omdat het legaal wordt. Maar net als je heroïne legaal had maken, dan wordt er enorm productie, consumptie, winsten. Maar ja, dat betekent niet dat iedereen heroïne gaat gebruiken. Nee, we hebben toch al de oxycont in. We willen daar nog heroïne. Precies, ja. Fentanyl. Even kijken hier, de DXY, ja, die stond op 105. Die is nou, ja, ietsje gedaald. Zegt nog helemaal niks. IVA is dat 104.07. Maar ja, het is nog steeds eigenlijk in een opwaartse trend. Dus zolang dat nog gaande is. Er zit ook een heleboel nog, moet er nog uit de lucht vallen. Want eigenlijk die Japanse toestand, ja, dat is ook nog niet afgelopen. Dat de Japanners waarschijnlijk binnenkort de helft van alle... De Japanse centrale bank heeft waarschijnlijk de helft van de Japanse staatsschuld in de handen. Mm-hmm. En ze blijven gewoon kopen. Als je het omrekent naar Amerikaanse maatstaven, zeg maar, per hoofd van de bevolking, kopen zij voor 300 miljard per maand op nou. Dus iedereen, iedereen zegt, we moeten wat minder geld gaan drukken en we moeten de balans gaan verkleinen en de inflatie beteugelen enzovoort. En de Japanners die knallen gewoon 300 miljard per maand bij, omgerekend per hoofd van de bevolking naar Amerikaanse standaarden. Ja, en daarom zie je de yen, die zie je langzamerhand onderuit gaan. En tot nu toe hebben ze iets, die Japanners, van ja, niet ons probleem, die yen onderuit. Maar ja, op een gegeven moment wordt de inflatie natuurlijk ook zo hoog, want dan kopen die yens helemaal niks meer. Mm-hmm. Dat ze ook wat moeten gaan doen. En als zij de rente omhoog gaan doen met hun 300% staatsschuld en een 0,25% rente, dan gaan er hele rare dingen gebeuren. En dan lijkt me dat die DXY heel erg omhoog gaat, want dan knalt die Japanse yen in elkaar. Maar ik verwacht dat de euro het ook niet lang houdt, want als de euro de rente een beetje omhoog gaat doen, dan zie je, zelfs toen ze zeiden van de ECB, we gaan volgende maand gaan we de rente ietsje omhoog doen in juli, toen al zag je Griekenland en Italië problemen gegeven en werd er al een noodbijeenkomst bijeengeroepen door Lagarde. Dus, dan is er nog niet eens wat gebeurd. Alleen maar gezegd dat ze in juli wat gaan doen nu. Ja, goed, gaan we naar het eerste bericht toe. Hoogspanningsnet in Limburg, in Brabant, daar kan niemand meer bij. Dat zit vol. Ja, dat is eigenlijk wel triest dat je nou... Je hebt de hele tijd een groene droom gehoord. En daar heb je dus niet alleen in Limburg en Noord-Brabant, maar ook in Noord-Holland... Zit het vol en dan kunnen dus kan je geen nieuwe bedrijven meer erbij zetten om die kunnen geen elektriciteit meer afnemen. Er zijn al bedrijven die al minder hebben als eerder behandeld, geloof ik, al minder kunnen produceren, broodbakkers en zo, dan ze zouden willen. Mm-hmm. En dat gaat lekker.
gaat dus lekker inderdaad. En nou, ja, het mooie nieuws, ik weet niet, hadden we die er ook bij staan van Rob Jetten, die aankondigde dat de kolencentrales weer aanringen? Nee, die hadden we niet erbij, maar oh, ja, dat is eigenlijk ook wel, wel mooi. Natuurlijk, Rob Jetten, die staat met een grote smile op die grote poster, dat hij die kolencentrales, ja, eindelijk, het is gelukt, de kolencentrales zijn eruit. En daar is hij minister van weet ik veel, klimaat of energie of zo. En daar mag hij aankondigen dat de kolencentrales weer aanraan. Oh, hoe gaat hij dat doen? Gaat hij in dat soort hete brei waar hij helemaal omheen gaat lopen dansen, weet je wel? Maar niet te hoeven zeggen dat, de centrales open gaan. Waarschijnlijk tijdelijk. Maar het heeft ook ontzettend berg geld gekost om de contracten af te kopen of zo. Want ze zeiden, ja, hoor eens, wij hebben een lang contract. En dat willen we dan vergoed zien als jullie ons dicht gaan gooien. Dus nou, tik je eerst miljarden binnen. Om de, nou, ik weet niet hoeveel miljarden zijn, maar het zal een hoop geld geweest zijn om dicht te gaan. Maar nu zijn we groen. En dan een jaar later of 2 jaar later, ja, dus we moeten weer open. Ik denk dat diezelfde maatschappij dan zegt, die eigenaar zegt, ja, als je weer open wil, dan gaat het wel een hoop geld kosten natuurlijk. Dan moeten we helemaal opstarten en dan pakt hij gewoon. Dat is nog nooit zo'n goede investering geweest, denk ik. Dus ze krijgen ook de opdrachten die om... Die kolencentrales moesten omgebouwd worden naar biomassacentrales. En die mensen zeiden al van ja, dat kan helemaal niet. Dat lukt helemaal niet. Maar ja, nee, dat moet toch. Want ja, dat hebben we internationaal zo afgesproken. Politieke wil is er. Ja, daarvoor is een politieke wil. Het is misschien technisch niet mogelijk, maar qua wil. Qua wil is het wel goed. En het moet ook zweven in de lucht op een vliegend tapijt. Ja, dat kan dus, ook niet. Ja, sorry, er is politieke wil voor. Dus ja, maar nu krijg je dus weer, ik weet niet of ze al bezig zijn geweest om die kolencentrales dan toch nog maar, dat er toch maar bomen in moeten worden verbrand of zo. Maar goed, nou, nu gaan we weer de omgekeerde weg. Ja, het klimaat moet schoner, hè, zegt Jette, dus ja. En het rare is ook dat die zonnepanelen, daar zeggen ze tegelijkertijd van ja, je krijgt minder geld voor je stroom. Dus, maar elektriciteitsrekening is maar 5 gegaan. En tegelijkertijd zeggen ze tegen mensen die zonnepaneelstroom terugleveren, zeggen van ja, je krijgt er niet zoveel voor. Dat kan nu.nl kon dat ook helemaal uitleggen. Weer zo'n ellenlang verhaal waarbij je toen continu het idee hebt dat je bedonderd wordt. Propaganda is nooit kort, hè? Het is altijd een hele lap tekst. Nou, echte propaganda moet eigenlijk kort en veel herhalen zijn. Maar ik heb het idee dat zij ruiken het wantrouwen van, hey, hoe kan de elektriciteitsprijs zo hoog zijn en ik krijg niks voor mijn zonnestroom? En dan ruiken ze natuurlijk tot mensen het idee van, nee, dat klopt iets niet. En dan gaan ze dat heel erg uitleggen, maar dat is dan een overdreven uitleg. En daar, ik heb ons een boekje gelezen. En als je dat niet gelooft, dan ben je een wappie. Ja, ik heb wel eens een boek gelezen, het heet The Gift of Fear. En daar wordt dat ook aangevoerd als een van de dingen. Er was, gingen ze een geval waarbij een vrouw, door een man in haar appartement verkracht werd. En die was haar achterna gelopen bij het boodschappen doen. En die deed heel vriendelijk, maar hij ging alles uitleggen. Van, ja, ik wil even met je meelopen om die boodschappen thuis te brengen. Ja, dat is helemaal niet nodig. Ja, maar kijk, en dan had hij een heel verhaal bij. En die schrijver van het boek zei, je moet wantrouwig worden van dat verhaal. Want hij proeft het wantrouwen in jouw houding. En dat gaat hij dan preventief wegnemen met ellenlange uitleg. Dus als jij een ellenlange uitleg krijgt, dat is een teken dat ze jouw wantrouw proberen weg te nemen. En dat wantrouwen is eigenlijk gewoon terecht. Dus als je een hele lange uitleg krijgt waarom de temperatuurrecords voor donkere maand zijn, vanwege de Pagoda-hut en de Stevenson-hut dan moet je denken, well, oké, okay. Aan de lengte van het verhaal kan je al zien hoe je bedonderd wordt. We gaan straks genaaid worden. Ja. Ja, wie ook allemaal genaaid worden, zijn natuurlijk al die mensen die via Schiphol op vakantie willen. Volgens mij krijg je nog wel vergoed, hè, of niet? Als je, weet ik veel, je vlucht gemist hebt of zo. Maar drie keer ingespoten en geboosterd. En dan kunnen ze eindelijk naar de Malediven. Vier uur van tevoren al verdwenen zijn door de... Ja, inmiddels 6 uur toch, van tevoren? En dan ga je dan nog, sta je achter. Sommigen moesten 6 uur wachten, maar
de maatregel om dan 6 uur eerder te komen werd weer ontmoedigd, want er werd Schiphol te druk. Dus je mocht niet meer dan 4 uur van tevoren komen. Maar als je 6 uur moet wachten soms, dan ben je natuurlijk gegarandeerd, ben je vliegtuig kwijt. Ik dacht dat met alle vliegvelden zo was, hè? Dat er personeelstekort zogenaamd zou zijn wereldwijd. Ik hoorde ook van Eindhoven, ik was laatst nog iemand weggebracht bij Eindhoven. En dat viel allemaal best mee, ging allemaal goed. Maar daar hoorde ik van iemand van Eindhoven, die zei, ja, we moesten 3 uur wachten. Ik zeg, huh, heb je dan je vliegtuig nog gehaald? Ja, we waren flink op tijd, waren we daar aanwezig. Jee, moet je ook bij Eindhoven al, zo'n klein vriendelijk vliegveldje, moet je al 3 uur van tevoren aanwezig zijn. Pieter Schiff had er hier wel een hele goede verklaring voor. Want je kan nog herinneren dat een paar uitzendingen terug proberen te achterhalen van waarom is dit, weet je wel. Alle ongevaccineerden ontslagen. Nou ja, Schiff die zei van dat je dit soort dingen, maar hij had het dan over Amerikaanse situaties, maar die leek heel erg op deze. Maar al die bedrijven die hebben een hele lange tijd verlies geleden in die COVID-lockdown periode. Of ze moeten nog geleend geld van de overheid weer terugbetalen. Dus die NOW-uitkeringen. Dus die moeten bezuinigen. Dus wat doen ze? Ja, dan nemen ze gewoon minder personeel aan. En het personeel dat er is, dat moet al het werk doen. Maar die KLM hoeft niet te bezuinigen. Die hebben 4 miljard gekregen van de overheid. Ja, daar hebben ze hun eigen aandelen al mee opgekocht, denk ik. Moet zo. Moeten ze dat weer terugbetalen? Ja, maar luister eens, dat is toch gewoon... al die mensen die ze niet vervoeren, dat kost toch veel meer dan die paar mensen die gewoon tasjes controleren? Ja, maar ze hopen dat ze met minder personeel hetzelfde kunnen bereiken. Wat dus maar dat kan dus niet. Wereldwijd... En wereldwijd, dus al die vliegtuigmaatschappijen, die zijn er zo allemaal stom bezig. Want het kan nooit zo zijn dat hoef je er niet geschoold voor te zijn om een tasje te controleren. En desnoods doe je maar wat soepeler met dat tasje controleren. Maar ik bedoel... georchestreerd lijkt het eigenlijk. En dan heb je nog zo'n PvdA'er die dan naar het WEF gaat als directeur daar, hè? Ja. Oh. Nee, dit geeft een hele slechte ervaring met vliegreizen. En dan gaat je markt van krimpen. Ik hoor nou weer een collega op mijn werk die zei, ik ga een camper kopen. Iedereen denkt, ik ga maar een camper kopen. Dan kan je gewoon in ieder geval instappen en dan maar we gaan wegrijden. Ja, dat is waar. Dan komen daar weer wetten tegen, hè? Ik betaal een stikstofpump. Wat betaal ik een stikstof? Dat valt nog wel mee, want je hebt een extra stikstofboete, hè, als je een dieselauto rijdt. Die is nu nog relatief... uiteindelijk, ik weet niet, misschien moet je dan je camper op met een Moldavisch kenteken rond gaan rijden of zo. Ik weet niet of dat Oekraïens. Oekraïens? Nee. Ik zou iedereen met een ik vluchteling. Ja, het is inderdaad, ze hebben een tekort aan bagageafhandelaars. Dan denk je van, ja, hoe kan het daar? Hebben ze die allemaal doodgeprikt of zo? Ik kan toch... Onmogelijk dat je geen bagageafhandelaars kan krijgen. Dat is niet moeilijk. Het is geen rocket science. Nee, kijk, ze hebben het dan over de tekorten bij de IC. En dat kost een 1,5 jaar om mensen op te leiden. Nou ja, goed, we zitten al 2,5 jaar in de shit. Dus dat hadden ze ook al lang kunnen doen. Maar iemand die toch bagage controleert, die hoeft toch geen 12 jaar te studeren of zo. Wat zullen we nou beleven? Ja. Nee, toch gewoon... Niet ontzettend veel te betalen ook. Nee. Maar je moet maar eens kijken, als je door de stad loopt en dan zie je overal halfvolle terrassen en dan denk je, nou, dan ga ik daar op die andere helft zitten waar het leeg is en dan staat er overal gereserveerd. Er zijn wel heel veel reserveringen de laatste tijd, hè? Oh? Nee, maar ze houden gewoon de helft leeg, want ze kunnen geen personeel vinden. Ja, gereserveerd, dat doen ze erop als ze te weinig personeel hebben. Dan sluiten ze een deel van het terras, doen ze overal een bordje gereserveerd op tafel. Oké, maar die horeca, die hebben natuurlijk wel zware klappen gehad, hè? Ik hoorde laatst ook dat, was het nou Air France of Italië of zo, die luchtvaartmaatschappij die moesten blijven vliegen op die, om sloten te behouden, ook als dat dan leeg was. Klopt, dan vliegen ze leeg. Ja, dat is al eerder gebeurd, maar dat was toen opgehouden vanwege milieu, maar nou moest dat weer doorgaan, maar dat betekent... Dus je kan geen passagiers vervoeren, want Schiphol wil minder mensen. Maar je moet wel blijven landen en opstijgen met lege vliegtuigen. Hoe kan je dat? Dat is gewoon toewerken naar een faillissement van die bedrijven. We hadden nog meer berichten. En jij zat te trappelen natuurlijk, hè?
Ja, ja, ik bedoel, dit is een oefening in geduld, hè? Ja. Ja. Nou, wat hadden we hier ook? Vakantieparken zijn een broedplaats voor criminaliteit. Sta je dan met je campertje? Ja, wat ik apart vind is, dit is ook weer zo'n iets van, denk je naar een vliegvakantie op te zeggen, nou dan ga ik maar naar een vakantieparkje toe ergens in Nederland. Oh nee, dan stikt het van de drugsdealers en bendes. Maar ik vind dit wel, moet ik eerlijk zeggen, van kijk, je ziet een hele enge foto natuurlijk, altijd. Maar als je dit doorleest, dan is het dat zeg maar criminelen het als opslag gebruiken. Dus het lijkt me heel rustig. Er ligt ergens een vuurwapen, staat hier. Wel doorgeladen. Nou ja, maar goed, het ligt er gewoon. 10 mobiele telefoons. Een bestelbus vol drugs. Chemicaliën. Een pond crystal meth. En bijna 2 kilo speed. 68. Nou, hier, maar goed. En dit is dan 2020. Een huis vol met drugs. Maar ja, ik bedoel, volgens mij is dat nog steeds een heel rustig vakantiepark. Dan. Ja. Het pistool gaat ook niet vanzelf al. Nee. Ook dat doorgeladen, dat klinkt eng. Dat is de bedoeling van volgens mij doorgeladen. Oh, hoe mij erop doorgeladen. Het is iets als assault rifle. Dus, ja, daar kan je alleen maar assaults mee doen. Daar kan je niet mee verdedigen. Nee, maar ja. Ik bedoel, kijk, dit is de vanuitgaande dat er niemand was. Dat scheelt weer gewoon voor in de wachtrij voor de douches, denk ik dan. Of weet ik veel. Ja. Ja, dit is gewoon een pand wat vol ligt met dope. Maar blijft overeind dat het de bedoeling is dat je ook deze vakantie maar opgeeft. Dus ja, dat... het zit in een trend van vakantie is niet leuk. Ja. Het is, maar ik kies naar het lokale zwembad toe en dat moet je maar zijn. Burger blijft toch in je huis. Dus, ja. Ah, kijk, een broedplaats voor criminaliteit, dat klinkt ook dan heel heftig, denk ik. Van, ja. Ja, dus dan, ze slaan er gewoon wat dingen op. Ja. Je komt eigenlijk gewoon in de. Je gaat op vakantie in de Bronx of zo. Ja, de kogels vliegen je om de oor. Dus, ja. Er hoeft maar ook maar één in het gezin te zijn die. Meestal is dat dan de vrouw. Als die gaat panikeren, nou, dan houdt het op voor iedereen, eigenlijk. Werkt het zo? Waar gaat het over panikeren? Ah ja, je gaat bij zo'n vakantiehuisje kijken naar binnen. Ja, als er een zegt, nou, ik vind het te eng. Weet je. Ik kan me nog herinneren dat de coronacrisis in volle gang was. En toen ging ik lekker op vakantie in Tsjechië. Die camping die was voor 80% leeg. Want Rutte had gezegd van blijf allemaal in eigen land op vakantie. Mm-hmm. Toen kreeg ik berichten van eigen land. Daar kon je dan een staakcaravan huren voor €1900 in Gelderland. dat was het bedrag waar ik 6 weken mee op de camping had kunnen staan. Als er geen 8 waren, weet je wel. Nou, ik hoor ook dat die prijzen van vakantiehuisjes nou door het dak gaat, dat er mensen overheen bieden. Zeg maar. Is dat een beetje oud, denk ik, want met de huidige rente zal het misschien wat minder zijn. Maar ja, misschien is dat allemaal voor opslag. Dat het allemaal is. voor de crystal meth. Ja. Ja. En ondertussen gaan ze naar Malediven. Nou ja, ik weet het. Ja, 6 uur in de rij. Ja, nee, dat kan ook, inderdaad. Het zijn allemaal stashjes. Wat zou er dan voor naam op staan? Niet huisje nooit gedacht of zo, maar huisje ooit verdacht. Hemelhoog. Ja. Ja. Maar waar je ook een vage shit tegenkomt, is in de uitvaartbranche. Want er is zelfs een nieuw thema. Zit hij nou alweer te eten? Ja, nou weer te eten en zo, jongen, nou ja, goed, oké, okay, de uitvaartbranche. Hé, hey, beter dan drink. Oh, man. Oh, jee. Nou ja, goed, ja. Nee, wat mij opviel hier aan, dat de uitvaartverzorgers kampen met een nieuw fenomeen. Ik word van aan de lopende band geconfronteerd met bizarre zaken. En dat zijn dus, ja, er zijn natuurlijk al eerder berichten over geweest.
Maar waar ik in december veel te maken kreeg met plotselinge sterfgevallen op een relatief jonge leeftijd, zo krijg ik afgelopen tijd te maken met een nieuw fenomeen. Zeer agressieve en snel groeiende carcinomen en metastase op vrij jonge leeftijd. In ieder geval nog lang geen 80 plus, schrijft uitvaartverzorger Anja de Roos op social media. Maar dat komt natuurlijk niet door het vaccin, hè? Nee. Vaccin. 3 telefoontjes van mensen die op een voorgesprek aanvragen. 3 op 1 dag, 3 relatief jonge mensen tussen de 50 en 60 jaar. Bizar genoeg, alle 3 dezelfde diagnose. Uitzaaiingen in de hersenen. Alle 3 een prognose van enkele weken tot maanden. Dus het is, ja. Laatst kwam die levensverzekering kwam natuurlijk ook al naar voren, hè, met 40% meer. Plots doodsoorzaken aan alle oorzaken. En er was er nog eentje uitgekomen, de verzekeringsmaatschappij levensverzekeringen. Die zagen iets van 140% meer uitkeringen. Ja. Maar er was ook een lijstje wat ik laatst zag van het CDC. Nou, dat is dan toch de club de angst aan het zaaien was in Amerika. Maar de Amerikaanse RIVM, zeg maar. Ja, precies, inderdaad. En, maar goed, die hadden het over 300% meer kanker. En 3,5% meer myocarditis. En iets van tegen de 400% meer. Ja, er waren meer miskramen en er was ook van problemen met mensen die vruchtbaar. Of die vruchtbaarheidsproblemen hadden, die zwanger wouden worden. Maar goed, het was een heel lijstje maar echt flinke toenames. Gewoon 3-4 keer over de kop gewoon. Dus, dat is gewoon het CDC, hè? Stond niet bij waardoor het kwam. Van myocarditis bijvoorbeeld, dat was dan van 5 op de miljoen naar 80 op de miljoen gegaan. Zo, en dat soort aantallen, maar inderdaad 3 keer, of was het 3 keer over de kop, ik weet niet precies. Dat was van 15 naar 80 of zo. Maar kanker is natuurlijk wel, er gaan best wel veel mensen aan kanker dood. Als dat 3 keer over de kop gaat, dan is het wel serieus natuurlijk. Ja. Dus, ik heb dat ook wel vaker gehoord van die mensen die er vanaf waren. Opeens heel agressief terugkomt het dan zo, boom. Net alsof die witte bloedcellen heel druk bezig waren om het in toom te houden. En dan opeens een spuit krijgen met andere orders. Ga spijkproteïne aanvallen en dat ze dan alles uit hun handen laten vallen qua kanker. Dat hoorde ik ook van die, dat was een van de wetenschapper die bij Engel op bezoek was, die dan hij had zelfs nog bij de Food and Drug Administration had hij nog gezeten, tijdelijk. Hij vond het daar corrupt zijn. Maar goed, hij is al heel lang bezig met kankeronderzoek en zo. Maar hij had het ook over dat hij had een methode redelijk succesvol was, want dan experimenteerden ze dan met mensen die toch al ten dode opgeschreven waren. Hij had een methode met bloed, dat zette hij op kweek en zeg maar de natuurlijke, het ging dan niet om de T-cellen, maar een andere cellen, wij maken cellen aan om kanker te bestrijden. Ja. En maar dat, je kunt bloed kun je opkweken en dan krijg je eigenlijk meer van dat soort cellen en die kun je weer terugpompen in mensen. Daar hadden ze hele goede resultaten mee. Alleen ze mogen het alleen nog maar doen met mensen die ten dode op zijn geschreven, omdat het komt er niet doorheen, gewoon het verhaal. Het werkt te goed. Nou, het probleem is, het medicijn is eigenlijk bloed, je eigen bloed. Ja. Daar valt geen reet mee te verdienen, want het is je eigen fucking bloed. Weet je wel? Ja. Dus dat, maar dat opfokken kan je misschien wat je wel mee verdienen. Ja, dan moet je daar dan. Ja, maar ja, ik weet niet hoe duur dat is. Maar het is in ieder geval, er is geen medicijn of geen ding, weet je wel? Het is in principe. Maar anyway, hij had het erover. Van de mensen die inderdaad die aan het behandelen hadden, dat het best goed ging. En dat ze die gingen die spuit zetten. En in een keer kwam die kanker weer heftiger op zitten. Dat, die kwam met eenzelfde soort verhaal inderdaad van, god, kom nou, dus dat schijnt inderdaad dan ook, maar ja, dat was ook een arts, god, ik ben zijn naam kwijt, ja dat maakt niet uit, maar die was bij Black Box en die, dat was een bekende tv-dokter of zo. Alleen nou komt hij niet meer op tv, het zal nou niet meer gebeuren. Dr. Oz of zo. Ja, ik weet niet meer, maar die zei van dat die T-cellen, die gingen ook tijdelijk achteruit met het mRNA-vaccin of prikjes, sorry. En het was nog niet bekend hoe lang dat dan het geval is, maar ja,
ja, die cellen die zijn dus wel. Het schijnt dat je elke dag krijg je eigenlijk een soort foute cellen worden er gemaakt. Ja. Aantal duizenden. En die worden gewoon opgeruimd. Je zou dus elke dag kanker kunnen krijgen in wezen. En, maar wij hebben dan een soort mechanisme, verschillende mechanismes eigenlijk, die foute cellen opruimen. En T-cellen is een van die, maar goed, die worden dus tijdelijk verminderd. Men weet niet hoe lang, door dat mRNA-prikje. Maar goed, dat klinkt niet gunstig, in ieder geval. Nee. Dus ja. Hoe ik denk dat ook bij dit soort dingen dat het ook heel snel om kan draaien. Kijk, die farmaceuten die denken, well, we hebben alles, iedereen in onze zak zitten. We hebben enorme bakken geld en we hebben politici in onze zak zitten en die regelen dat allemaal voor ons. Maar ja, dat dachten die ondernemers die Hitler sponsorde ook. En dat kan toch opeens, als iemand alle wapens heeft, dan kan hij toch opeens besluiten van, nou, ik ga daar opeens anders over denken. Ik zie bijvoorbeeld hier dat in New Orleans, de New Orleans Grill, het eerste bedrijf is die hun damages van COVID-19 lockdown mogen verhalen. Ik weet niet waar ze op gaan verhalen, maar als dat een trend wordt en je mag dat op de farmaceuten gaan verhalen bijvoorbeeld, of zelfs op de overheid die dat dan weer op de farmaceuten gaat verhalen, dan kan er ook opeens weer een enorme boete uitrollen waardoor ze al hun geld weer kwijt zijn wat ze verdiend hebben. Ja, je kan er gewoon niet op vertrouwen. Ook als je denkt, nou, ik heb de overheid helemaal in mijn zak zitten. Als je niet alle wapens hebt, niet het verhaal, de media controleert, dan kan je opeens aan de verkeerde kant zetten weer. Kijk, ja. Weet je, met die levensverzekeringen en met die uitvaartverzorgers, dan heb je natuurlijk echte data. Die mensen die zijn er hier jaren mee bezig en die zien het omhoog vliegen. Ja, daar kun je gewoon. Het enige wat er niet in zo'n bericht staat, is de olifant in de kamer. Hè? Ja. Wat is er nou anders dan anders? Dat is het enige waar ze het niet over hebben. Maar kijk, een levensverzekering die gewoon een premie moet berekenen op basis van hoeveel mensen er gemiddeld doodgaan. En dan denk ik, gaan er twee keer zoveel mensen dood, zeg maar wat. Die moeten gelijk een premie aanpassen. Die moeten gelijk. En dat komt natuurlijk wel naar buiten. En dan mogen mensen zelf invullen waarom er nou meer mensen doodgaan. Ja, ik denk dat het op een gegeven moment toch moeilijk onder de pet te houden is dit. En je vraagt je af, meestal maken ze dan snel iets nieuws. Maar ja, dan kom je met de monkeypox eroverheen of zo. Als je weer een wereldoorlog krijgt, dan denk ik dat daarna niemand meer gaat zeggen van, ja, wat is er toen met die COVID-19 gebeurd eigenlijk? Nou, en een hele hoop doden en alles verrot. Mensen en die de hele dag naar de NOS kijken en zo, die lezen, er zijn meer doden. Die gaan dan zeggen, oh, zie je, er komt vast een monkeypox, weet je wel. Nou, ze hebben het al een naam gegeven. Ik ga het even voor jullie opzoeken. Adult Death Syndrome. Ja, dat zocht ik naar, ja. Het is gewoon. Ik vind. Ja. Het is gewoon geweldig. Mensen gaan gewoon spontaan dood. Die normaal in een leeftijd zitten dat ze niet doodgaan. Ja, en dat is gewoon een ziekte. En die heerst nou. Dat is gewoon geniaal. Natuurlijk. Als je denkt dat het de COVID bent, dan ben je een wappie. Mensen gaan aan sudden adult death syndrome. Gaan ze dood. Dus dat is weer verklaard. Hè? Ja. Maar we gaan even naar het feest van de democratie. Justitie neemt alle volmachten van verkiezingen Maastricht in beslag. Onderzoek naar ronselen van stemmen. En Oost-Groningen, is dat al onderzocht? Of, denk het niet, nee. Hè? Nee. Ah, het is wel zo van, we hadden het er vorige week over. Van, is er dan, hebben wij in Nederland dan ook fraude? En dit is ook weer dit is dan de fraude die we dan weten nu, of gaan onderzoeken. Maar ja, het is inderdaad, je hebt allemaal van die schemergebieden natuurlijk. Dat je dit nog mag posten op Facebook, hè? Want het was toch bij Facebook dat ze zei, je mocht absoluut niks over verkiezingsfraude, er bestond geen verkiezingsfraude meer, daar mocht je niks over posten. En er stond niet bij specifiek van, je mag niet over de laatste verkiezing in de VS zeggen dat die vervalst is. Want dan word je inderdaad gelijk overal vanaf gegooid.
Maar ja, dit is ook een verkiezingsfraude. Mag je daar dan wel wat van zeggen? Omdat dit moet nog onderzocht worden. Ja, er zijn heel veel stemmen geronseld. 4.806. Ja, ik heb het idee dat ze dat toch voornamelijk zo doen. Je gaat naar bejaardenhuizen toe en dan zeg je Maar nou, alle partijen doen dat, hè? Onze partijen gaan COVID oplossen. Ja, maar dat is iets dat doen alle partijen doen dat, hoor. Dan gaan ze gewoon even onze naar... Maak je vla lekkerder. Oh ja, ik weet, ja, inderdaad, de LP weet ik niet, hoor. Maar de LP. De grote partijen, zeg maar, doen dat ook. Ja, als ze dat wel gelijk doen, dan valt het ook wel mee, maar... Maar ik kan me nog herinneren, ik ken iemand die zat dan in een uitkering, zo'n waaijong, zeg maar. En die, er kwam iemand langs, zo'n sociaal werker van een of andere gemeentelijke instantie, om even te kijken hoe het gaat. Die kwam dan een bakje thee drinken en die zegt zo van, je moet wel met de komende verkiezingen op de SP of de PvdA stemmen, hè, want anders raak je je uitkering kwijt. Ja. Wat ik letterlijk zeggen. Zo. Ja. Dus die ambtenaren die waren ook stemmen aan het ronselen. Dus ja, het is, daar hoef je niet van op te kijken. En waarschijnlijk denken ze voor een groot gedeelte denken ze zelf zo ook. Stembiljetten verscheuren van de FVD. Big dumps. Ja, volgende bericht is over de FVD. Ja, ik wil nog wat zeggen, maar ik ben het alweer kwijt. Oh ja, je hebt natuurlijk al jaar in jaar uit, of met iedere verkiezing heb je het fenomeen spookstemmen. Moet je maar eens opzoeken. Het is bijna ieder stembureau komt het voor dat een verschil zit in een aantal mensen dat het stemhokje ingaat en eruit gaat. Hè? Want je hebt daar allemaal mensen achter zo'n tafeltje zitten en die schrijven opgegeven. Ja, en dan mist er een stem, zeg maar. Dus er zit er een verschil in. Of mensen, dat is heel weinig. Dat is gewoon iemand die dat even zijn neus te pulken terwijl de figuur naar buiten liep. Nou, er is een, waren wel eens uitschieters. Ik kan herinneren, ik heb toen een keer opgezocht. Voor mij was het ook een oude uitzending van Vrijheid Radio. En er was één stembus in Amsterdam. Er zat echt een verschil van 800. Ja. 800 stemmen, dus die spookstemmen. Dat was een paar jaar geleden. Maar verder over Thierry. Thierry kan de mond gesnoerd worden. Dus dan mag hij kan voor minimaal een maand geschorst worden. Dan mag hij niet. Hij mag nog wel stemmen. Mm-hmm. Maar hij mag niet meer het woord voeren. Ze gaan allemaal met hun rug daarop toe zitten, ook als hij wat zegt. Dat is eigenlijk de enige persoon die ook wat zegt en die daar grafieken bij haalt of data of een zinnig betoog houdt met een begin, een eind en een middenstuk. Zeg maar. Mm-hmm. De meeste anderen die roepen alleen maar gooien wat emoties in de lucht en verontwaardiging en ik ben diep geschokt en zo. Of gaan lopen janken als de tassendrager genoemd worden. Ja, maar iemand die dan echt wat inhoudelijk zegt, ja, die moeten we de mond snoeren. Ja, dan denken ze waarschijnlijk toch van, ja, misschien dat mensen er toch wel, dat mensen er toch wel geloven. Ze vinden het ergens geloofwaardig klinken, denk ik, en daarom willen ze de mond snoeren, omdat ze anders bang zijn dat anderen het gaan overnemen. Dat kan toch de enige reden zijn waarom je dat wil doen. En weet je wat het volledig onzin is? Ja, maar weet je wat het is? Officieel moet je gewoon, politicus die moeten zelfs melden als je een fles wijn krijgt, hè? Van een horloge of zo, weet ik veel, van een dingetje, dat moet allemaal bekend zijn. Een huis, hè? Net als bij die van D66. Ja, die Pechtold, die kreeg een appartement waar hij dus een matresse kon neuken of zo, dat kreeg hij van iemand. Nou ja, maakt niet uit, maar het punt is van, kijk, wij zitten nu al gewoon met we hebben een minister van gezondheid gehad, die gewoon zijn eigen fucking broer zat gewoon bij Big Pharma, weet je wel. Ik bedoel, dat gaat allemaal om miljarden, gewoon die hele business. En weet je wel, zolang we daar gewoon, en nu hebben we, weet je wel, we hebben nou weer een Kuipers. En daarvoor hadden we Bruins, die is nou CEO ergens bij een groot concern in India of zo, een farmaceutisch. Weet je, we hebben gewoon te maken met gigantische belangenverstrengeling en het gaat om belachelijk veel geld en het hele land wordt aan de kloten geholpen.
En dan moet ik me druk gaan maken over een fles wijn of een boos bonbons van Baudet of weet je wel. En reep dat chocolade boek, inderdaad, dan moet je het geschenkregister gaan zetten. Ja, weet je, maar ik vind, als dat een regel is, dan moet die Baudet ook niet zo zeuren. Hij moet het maar gewoon gaan doen, dat schijnt een regel te zijn, weet je wel. Maar het is natuurlijk allemaal... We hebben te maken met gigantische corruptie en belangenverstrengeling. En ze willen ons nog niet eens hebben over... als je een vraag stelt, wat is er bij de Bilderberg gebeurd of zo? Nou, dan mag niet eens een debat over worden gevoerd. Of wat hebben jullie bij de WEF besproken? Nou, dat wordt niet eens over geluld. En ik vind het... Ja, nou goed. Ja, het is... Ja, ze vinden altijd wel wat, denk ik, als ze van iemand af willen. Dan, ik verwacht dat je dat al steeds meer gaat krijgen. Nou, in de Oekraïne is de hele oppositie verboden en al hun bezittingen in beslag genomen. Dat gaat ook lekker. Dus ik denk dat steeds meer landen, dat het Trump wordt eigenlijk al gewoon met gevangenisstraf gedreigd, omdat hij de democratie omver wilde werpen met zijn speech. En... The big lie, dat er gefraudeerd zou zijn met de verkiezing. Absoluut niet waar, mag je niet zeggen. Die vorige verkiezing absoluut wel, maar deze niet. En het is natuurlijk in veel apenlandjes vaker het geval dat als de oude president het veld ruimt voor een nieuwe, dat die gelijk de bak in wordt gegooid vanwege corruptie. Mm. En het is ongetwijfeld waar dat hij corrupt was, en de nieuwe is natuurlijk ook corrupt. Het is alleen, het was tot nu toe altijd een soort ongeschreven regel in beschaafde landen, dat je zeg maar als Obama wegging, dat je hem gewoon rustig liet genieten van zijn miljoenen en zijn neveninkomsten en zijn afbetalingen, zijn bribes. Maar dat, dat gaat denk ik langzamerhand weg. Sevilla aan de kust. Ja, die zo bang is voor zeespiegelstijging, bouwt hij een villa aan de kust. Hij kocht het bestaan geloof ik. Maar hij heeft er later wel een gigantische LPG-tank naast zitten. Hij wil niet zonder elektriciteit komen te zitten, denk ik. Hey, dat is wel slim, gewoon met al die fucking windmolens en al die shit om je eigen... Kan je niet gewoon niet vertrouwen. Gaat geen windmolen neerzetten op zijn terrein, denk ik. Nee. Nee, ik kom allemaal naar de achterbuurten waar zijn stemvee zit. We hebben het nog helemaal niet gehad over de LP. Hè? Ik was op de ALV trouwens, van de LP. Oké. Okay. Ja, wat kan ik er eigenlijk over zeggen? Nog maar een kritiek doorgegeven aan ze, of niet? Ja, er is natuurlijk niks mee gedaan, maar... maar je hebt het wel. Oh, je hebt het wel gezegd. Dat vind ik nog wel. Ja, ik heb wel inderdaad over gehad hoe andere mensen erover hadden en dat soort dingen. Ja. En wat vonden ze ervan? Ja, nou ja. Dat... Hoor je niet? Wat zeg je? Hoor je me niet? Nu wel. Oké, ik zei ook niet echt. Ik maakte een gebaar van ja, alleen voor de videokijkers van deze podcast. Wat verwacht je? Ja, dus ze vinden het helemaal niet interessant eigenlijk. Ja, wat was jouw commentaar dan? Nou ja, kijk, dit is... vertel maar, wat was je commentaar? Ja, dat heb ik vorige keer allemaal gezegd, wat mijn commentaar was. Ja. Ik vind voor degenen die niet weten wat het was. Ja, ik vind dat ze veel uitgesprokener moeten zijn en gewoon zich meer moeten... profileren als een echte libertarische partij en dan gewoon niet bang zijn voor dat, weet je wel. Ze zijn heel erg bezig van, ze willen heel graag als een normale partij overkomen en daardoor verdwijnen ze eigenlijk in het niets. Ik vind het gewoon zo dat ze moeten zeggen van ja, wij zijn voor vrij wapenbezit en we willen ongebreideld kapitalisme en laat iedereen maar boos worden. Maar gewoon draag gewoon uit wat je normaal uitdraagt als libertarische partij. En leg het gewoon. Ongebreideld kapitalisme vind ik een gouden gereed. Dat vind ik een hele mooie inderdaad. Ja. En dan maai je ook gelijk het gras voor de voeten weg van mensen die dat gebruiken. De tegenstanders gebruiken dat vaak. Ongebreideld kapitalisme. Ja. En daarmee beschouwen ze dat als een argument, zeg maar. Ze hebben gewoon... Ja.
een eng woord gekozen, of een erg eng begrip. En dat is een enige argument. Ze kunnen niks uitleggen wat er zo eng is. Maar ze creëren een gevoel van engheid bij die anderen. Als jij gelijk al zegt, nou, wij zijn voor ongebreid op het kapitalisme, dan kunnen ze dat niet meer doen eigenlijk. Ja, maar laat ze ook maar helemaal boos en hysterisch worden. En dat jij dan uit kan leggen waarom jij dat dan wil. Nee, en, neoliberaal gaat niet ver genoeg. We moeten neolibertarisch. Nou, neoliberaal is eigenlijk ook iets waar libertariërs juist verschrikkelijk tegen zijn. Want wij willen geen croony capitalism. Alleen die Marijnissen, die heeft dat dan neoliberaal genoemd. Nou ja, goed, oké. Okay. Maar dat kun je ook uitleggen. Je kunt alles uitleggen, maar gooi eerst die knuppel maar in dat hoenderhok. Ja, ik vind, ik weet het niet. Maar goed, ik heb het vorige week allemaal al gezegd. Maar ja, goed, zij vinden wat anders. Dus nou, oké. Okay. Ja. En ook gewoon belasting is afpersing. En dan kun je nog gewoon, andere partijen kunnen dan nog zeggen van oké, maar wij vinden die afpersing wenselijk. Nou, dan moeten ze dat dan... maar het blijft afpersing. En dat moet je gewoon... Zelfs als de Libertarische Partij zelfs een klein beetje afpersing wil, want ze willen graag dat basisinkomen, dan heb je dus een beetje afpersing voor nodig. Dan moeten ze het nog afpersing. Ja, wij gaan mensen ook afpersen. Maar wij persen wel veel minder af dan alle andere partijen, weet je wel. Maar je moet het afpersen noemen. Je moet gewoon heel hard en duidelijk. En ook daar worden mensen weer totaal overstuur van. Als je belasting afpersing noemt. En dat is allemaal prima. Weet je wel, maar ja, goed, dat is mijn kritiek op die partij. Maar goed. Ja, ik heb zelfs ook gezien van, kijk, niet iedereen wordt boos. Hè, maar je hebt altijd in een groep, heb je altijd het alfa-aapje. En dat is een of andere boomer. En ja, die boomer die wordt dan boos als jij dan gaat dingen roepen als de Avocabo's een terreurorganisatie, weet je wel. Mm-hmm. Dan worden ze boos en dan gaan ze helemaal, ik had het even laten zien, dan gaan ze helemaal, is het een beetje over? Ja, voor de kijker. Ja, dan worden ze, dan ploppen ze. Nou, veel dingen voor de kijker alleen. Kijkradio. Ja, nou, mijn kop werd rood. Met een effectje. Maar ja, dat is... Nee, ik heb zoiets van... Ja, je moet juist die alfa-apen in de groep uitdagen, weet je wel. En die mensen eromheen, die zien dan eigenlijk hoe zwak die persoon is. Dat hij makkelijk op de kast te jagen is. Dat is eigenlijk een teken van zwakte. Ja, er zijn sommige dingen die begrijp je pas als iemand zijn standpunt daarvoor uitlegt. Maar zo slecht dat je denkt van ja, maar daar klopt niks van. Ik had er nog niet over nagedacht, maar als ik hem dit hoor verdedigen, dan op een slechte manier... Dan weet ik opeens van ja, maar dat klopt niet inderdaad. Daar kan ik zoveel gaten in prikken. Ja, precies. Maar kijk, wapenbezit, dat ligt ook super gevoelig. En dat is prachtig, weet je wel. En als je dan aan de ene kant een FVD hebt, die dan heel erg nu, die hoor je dan bij spotjes of dingetjes, die promoties op Facebook van ja, we willen meer geld naar politie, een leger. Nou, dat is precies dat conservatieve verhaal. Nou, daar kun je tegenover zetten van nee, wij willen juist dat allemaal veel minder. En wij willen dat mensen zelf kunnen verdedigen. En dan ga je dat allemaal uitleggen. En dan ben je ook anders dan die conservatieven. Weet je wel? En eigenlijk is het toch onze situatie in Nederland dan nog fijner. Want de libertariërs in Amerika, die hebben dan ook de conservatieven die willen vrij wapenbezit. Maar hier in Nederland ben je dus gewoon een niche. Je hebt geen enkele concurrentie op dat standpunt. Nou, dan moet je juist dat standpunt hebben. Maar ik heb het idee dat ze de hele tijd maar... Nee, wij zijn ook wij zijn een VVD light of zo. Mm-hmm. Ik weet niet. Ik weet niet wat het is. Ja. Ja, ze voelen zich heel veilig bij. Maar ze zijn denk ik bang om onder vuur genomen te worden. Omdat je... Ja, dan moet je met argumenten je verdedigen. En dat is kennelijk niet... niet het... waar ze goed in zijn of zo, of waar ze goed in denken te zijn. Ach, maar goed, nu, de meeste mensen hebben nog nooit van de LP gehoord. Ja. Het zou nog fijn zijn dat iedereen kwaad wordt op de LP. Ik bedoel, wat heb je te verliezen? Ja. Dan, als je veel kennis hier. Er zullen altijd mensen zijn die dan denken, oh hey, wacht even. Die vent... Nee, maar laat ik even de verhaal nog afmaken van die alfa-aap, hè? Kijk, in zo'n groep heimelijk hebben veel mensen gewoon eigenlijk een hekel aan de alfa-aap in de groep. Ja. En iemand daagt hem uit, dan ben je eigenlijk meteen hun held eigenlijk. Maar het is een soort van peer pressure van mensen die hebben zoiets van, oh, ik ga maar niks zeggen, want dan vinden ze me raar. En dan in één keer kom jij als libertariër die alfa-aap uitdagen en dan,
durven andere mensen ook mee uit hun schaduw te stappen, weet je wel? Ja, tuurlijk. Als jij een Rob Jetten hebt en die zegt, ja, ze zijn extreem rechts en zo, nou, dan je krijgt dan een automatische sympathie voor de andere kant. Ja, als je aan de ene kant Kaag hebt, of Jetten, of Rutte. Dus ja, ik bedoel, perfect. Mm-hmm. Ik bedoel, en iedereen walgt al gewoon van die lui. Dus laat ze allemaal maar hysterisch worden. Maar vaak durven ze niet uit te spreken, omdat ze bang zijn of voor wappie uitgemaakt te worden, of voor iets anders, weet je wel. Ja, en wat je heel vaak hoort is van, ik ben voor Pietje Puk, zijn vrijheid van meningsuiting. Niet dat ik het met hem eens ben of zo. En daar proef ik altijd al een soort zwakte uit van, ik wil absoluut niet de verdenking op mij laden dat ik het met zijn standpunt eens zou kunnen zijn. JF die zegt van de LP is nog een beetje verdeeld intern. Dus ja, er komt nooit een duidelijk standpunt. En dat vind ik eigenlijk ook zo raar, want de LP is eigenlijk misschien wel een van de weinige partijen die echt gewoon een hele duidelijke filosofie heeft. Die gewoon teruggaat naar de Oostenrijkse economie. En die bedoel, dan kun je natuurlijk smaakverschillen hebben daar tussenin. Maar dat bedoel. Ja, dat werd ook uitgelegd, hè? Er was iemand van Vrijspreker. Van even Hendrik Jan, geloof ik. Ja. Ja, die had nog een verhaal. Ik kon hem niet goed verstaan, dus ik had hem verkeerd geïnterpreteerd. Maar wat hij volgens mij probeerde uit te leggen was inderdaad dat je al die verschillende stromingen had van minarchisten, noem maar op. En ja, uiteindelijk gaat het dan om dat je gaat het om het NAP. En wat hij dan, wat ik dus verkeerd begreep, maar wat hij dan kennelijk probeerde te zeggen was dat. Ja, als je het NAP, als je dat centraal stelt, dan vallen eigenlijk sommige minarchistische stromingen alweer af, weet je wel. Omdat die willen juist toch een beetje water bij de wijn, belasting. En belasting is een schending van het NAP. Dus, ja, oké, okay, maar goed. Kijk, dus dan kunnen die twee kunnen dan niet samen gaan. Nee, maar weet je wat het is? Ja. Minarchisten, anarchisten, libertariërs, klassieke liberalen. Dat zit allemaal veel dichterbij. Dan een van die vier bij alle andere kutstromingen en alle andere partijen. D66 leden, voor example. Ja, D66 is natuurlijk, dat is een zijn van die partijen die inmiddels zo verwijderd zijn van principe dat er gewoon totaal niet duidelijk is wat zo'n partij nou bij elkaar houdt. En dat doet een beetje raar overkomen, inderdaad. Van, de plusjegeilheid, dat houdt het bij elkaar. Kennelijk is het makkelijker om een principeloze club bij elkaar te houden dan een club met principes. Want dan krijg je strijd over die principes. En als je alleen maar zegt, we moeten voorwaarts. En het moet anders en duurzaam en inclusief. Dan heb je eigenlijk niks geen principes verteld. Er een paar slogans gegooid. En daar vervreem je niemand van. En dan kan je zo'n partij groot maken. Misschien dat erachter zit. Ja. Waarom die partijen vaak zo groot zijn, omdat ze geen enkel principe hebben. Ik bedoel, zelfs de PvdA zo, die kan je nog bij elkaar houden. Ondanks dat er moslims en joden en homo's en allerlei lui in zitten. Gewoon omdat je een beetje vaag over onderdrukking praat. Mm. En dat is dan al genoeg om dat bij elkaar te houden. Ja, maar kijk, die minarchisten, die anarchisten en die libertariërs en de klassieke liberalen, die kunnen toch, alle vier kunnen ze toch keihard voor kapitalisme zich uitspreken. Ja. Wij willen meer kapitalisme. Nou, dan schokkeer je eigenlijk alle andere partijen en ben je toch met z'n vier stromingen toch helemaal met elkaar eens. Ik bedoel, je hebt zoveel wat je verbindt, joh. Dat als de officiële koers anarchistisch is, dat dan een minarchist zegt van, nou, daar ga ik niet op stemmen hoor, want als die opeens 90 zetels krijgen, dan bevind ik me opeens in een anarchistische samenleving en dat gaat me veel te ver. Daar ben ik toch een beetje bang voor. Ik denk niet dat de vrees is dat het allemaal, dat het gerealiseerd kan worden, lijkt mij. Dus dan kan je ook als minarchist kan je daar gewoon nog op stemmen. En dat is... Nee, maar niet vergeten, er zijn ambtenaren die alles moeten uitvoeren. Hè? Stel, wij gooien allemaal executive orders eruit van, dat kan volgens mij in Nederland niet eens. Ja, die ambtenaren, die decreten. Kun je gewoon niet meer betalen. En die ambtenaren moeten het allemaal uitvoeren. Als je geen belasting meer hebt, dan kun je ook geen ambtenaren betalen, toch? Ja, die ambtenaren zijn allemaal weg. Verbrand dit wetboek.
Ik denk dat er echt wel, het gaat nooit gebeuren, maar als de LP 76 zetels zal halen, denk ik echt wel dat er iets verandert in Nederland. Dus niet alles wat jij wil. Maar dan is er al wat veranderd natuurlijk, als die zoveel zetels haalt. Ja. Ik denk dat ze spontaan de verkiezingen gaan uitstellen. Dat in één keer is... als dat zo is, als het blijkt dat uit de peilingen blijkt dat de LP de meerderheid heeft, dan krijg je een oneindige demissionaire periode. Nou, ik heb er wel eens over gedroomd, want als je nou bijvoorbeeld echt die fraude hebt, wakker over gedroomd zou ik maar zeggen, maar als je die enorme fraude hebt in Amerika met die Biden. Mm-hmm. Stel je nou eens voor dat je via Dominion de LP op 76 zetels zou kunnen zetten. En dat die gewoon, jongens, de uitslag is binnen. De LP heeft 76 zetels. Met fraude, hè? Ja. Ten eerste denk ik dat iedereen dan heel hard gaat roepen fraude. In één keer. Ja, dan zeg je als LP, ja, dat zijn allemaal wappies die nu fraude roepen. We gaan daar gewoon zitten met z'n 76. En by the way, we schaffen gewoon alles af. Ja, ik krijg hetzelfde geval met fraude als met die jodenvergelijkingen, zeg maar. Dat als Thierry Baudet een vergelijking maakt met de jaren 30, dan is het wel, dit kan echt niet, dus echt niet oké, zeg maar. En nu gaan we weer verder met hem een nazi noemen. Het is altijd heel erg asymmetrisch, dit soort dingen. Met die fraude zou dat ook zo zijn. Ik vraag maar me Nederland, af, als je, stel dat je dat nou iemand die gewetensvraag zou stellen. Hè? Dat je zegt van, wat vind je nou van fraude bij verkiezingen? Nou, dat is heel slecht. Maar stel je nou voor dat in 1933 dat je via fraude Adolf Hitler van de... zou je daar aan meewerken, aan die fraude? Ja, had je een Tweede Wereldoorlog gekomen en 6 miljoen Joden waren niet vermoord en zo. Wat vind je er dan? Daar ben ik wel benieuwd naar, wat mensen dan zouden zeggen. Het is hetzelfde met het verhaal, zou je baby Hitler vermoorden? En daar wordt al vaker gezegd van, ja, maar daar red je een hele hoop levens mee. Maar in mijn inziens red je er geen levens mee, in de zin dat als zo'n samenleving klaar is voor zo'n ideologie, dan krijg je gewoon daar een poppetje op en dan maakt het niet uit of dat poppetje Hitler is of iemand anders. Ja. Ja, er was inderdaad een vraag naar een populist die op die onvrede speelde over het verdrag van Versailles. Dat had John Maynard Keynes al in 1917 gezegd. Nou. Die had daar zelfs al een boek over geschreven, dat die verdrag van Versailles zou juist tot populisme leiden. Mensen zouden inspelen op die ontevredenheid en dan zou je een Tweede Wereldoorlog krijgen. Dus, ja, het werd bij het vertekenen van het verdrag al gezegd, geloof ik, van dit is geen vrede, dit is een uitstel. Een uitstel voor een nieuwe oorlog in 20 jaar. Dus ja, dan ontstaat gewoon een bepaalde behoefte. Ja, wat dat betreft denk ik ook, zeker als je nog verder terugkijkt in de geschiedenis en nog meer afstand neemt van, ik denk dat altijd, Cicero, die werd op een gegeven moment, die hield ook allerlei speeches om niet in een dictatuur te vervallen, maar op een gegeven moment werd al zijn tong in zijn hand afgesneden en die werd aan het gespreekgestoelte gespijkerd. En toen was het klapvee in de Senaat, niemand die ooit meer protesteerde. En dan denk je wel, had hij een andere speech kunnen geven, dat het een hele andere wending had genomen. Als hij een hele goede speech had gegeven, was het dan mogelijk geweest om te voorkomen dat het Romeinse Republiek uiteindelijk een soort dictatuur werd en een keizerrijk en een empire. Nee, dat had hij waarschijnlijk niet. Er is geen speech mogelijk goed genoeg om dat te voorkomen. Er zit gewoon een bepaalde dynamiek achter die dat onmogelijk maakt om daar aan te ontsnappen. Ja. Inderdaad. Ik vraag me wel af wat er gebeurt als we hier, als er, zeg maar, de rente omhoog gaat en je krijgt een jaren 70 verhaal met inflatie, dat mensen echt weer iets om zich hebben om zich zorgen over te maken. In de zin van, ik kan mijn verwarmingsrekening niet betalen of mijn elektriciteitsrekening of ik kan het eten niet betalen. Ik kom niet rond van mijn salaris en dan komt er zo'n D66 moekel die zegt, jippie, we hebben een kolencentrale dicht gedaan. CO2 is weer een parts per million lager in de wereld. En dat betekent 0,01 graad verschil over 100 jaar of zo. Dat mensen dan denken van, oké, die vent, die is helemaal van God los. Die snapt niet wat ons bezighoudt. En dat,
dat zie je over het algemeen wel, als de economie onderuit gaat, dat mensen opeens een soort reality zap krijgen of zo. Dat al die dingen over inclusive bathrooms en gender, transgender swimmers en al die shit waar ze zich nou allemaal zo hard voor maken, dat het opeens de bezem erdoor gaat, zeg maar. Dat die opeens geen gehoor meer vinden, omdat mensen toch weten van ja, wacht even, nu gaat het even om overleven. Ja, ik denk, kijk, je moet niet vergeten, er zijn miljoenen Nederlanders die of ambtenaar of semi-ambtenaar zijn. Hè? Die zijn allemaal afhankelijk van de overheid. Mm-hmm. En die kopen al die verhaaltjes. Hè? Die kijken de hele dag naar de NOS en die kopen die bullshit. Die verkopen die verhaaltjes ook. Ja, die verkopen we, maar sommige die zijn alleen, ik ken er eentje, ik noem even geen naam, maar die haar taak is dat ze moslimvrouwen moeten zien te sporten. En daar krijgen ze €5.000 voor. En dat is haar taak. Dan krijgt ze €5.000 belastinggeld voor per maand. Hmm. En ja, die moet alleen maar op toezien dat die moslimvrouwen genoeg bewegen. Dus ik zei al van nou, voor €100 doe ik het ook. Ik bedoel, ik ga gewoon roepen tegen ze van de eerste die bij de Action is, die krijgt dan €50. En die mag dan lekker inkopen doen daar. En dan gaan ze ook wel rennen, weet je wel. Maar die andere €50 steek ik in mijn zak. Maar ja, het is, kijk, dat soort mensen die hebben het hartstikke goed. Die merken niks van de inflatie. Ja, die zien, alles is een beetje duurder. Maar wat zeuren al die mensen, weet je wel? Die snappen het ook niet. Die hebben totaal geen empathie voor mensen die van €1.000 per maand moeten leven. Snap je? Nee, dat begrijp ik wel. Maar ja, er is een mechanisme waarbij als jij op een verjaarspartijtje zit met zo'n figuur. En er zitten mensen die hebben allemaal, zijn toch wel enigszins in paniek over hoe ze aan eten moeten komen en energie. Dat gewoon een soort agressie naar die figuur toe vliegt. Ja, en die gaan ook minder vaak op de verjaardag komen. Ondanks dat die persoon gaat het toch merken ergens. Ook als ja, die maar vrouw, dat ik zie, er is niks aan de hand hoor. Ik blijf gewoon strijden voor een lager CO2 ppm gehalte. Ja. Dat er mensen zijn die zo, die zullen iets uitstralen naar wat veel, veel krachtiger is dan een argument, denk ik. Ja, maar dan wordt allemaal gezegd, ja, maar dat komt allemaal door Poetin, weet je wel. Dat jij niet rond kan komen, dat komt allemaal door Poetin, weet je wel. Daarom is het ook altijd gebeurd in de geschiedenis. Als dit moment komt, dat er een zondebok gezocht moet worden. En in de jaren 30 waren dat de Joden. En men voelt gewoon aan, er komt ergens een zondebok uit, of het zijn er niet gevaccineerden of zo. Maar ze vinden iemand om het op af te wentelen, want dat is die woede. Ze weten, die woede is het gevaarlijkst van allemaal. Als ze die woede laten gaan en die vindt de juiste oorzaak, dan is het zo afgelopen. Dus ze moeten zorgen dat, en daar zijn ze natuurlijk heel goed in, dat die woede, dat ze die kanaliseren richting een decoy, zeg maar. Als ze dat lukt, ja, dan kunnen ze daarmee wegkomen. En dan gaat die onderdaan, gaat die woede, die gaat die groep afhakken. En als dat gebeurd is, ja, dan is natuurlijk niks veranderd. Er is niks beter geworden. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk zou je zeggen. Misschien moeten wij als libertariërs gewoon harder roepen van jongens, Poetin is niet de zondebok, het zijn die ambtenaren. Nou, maar in Amerika las ik dat maar 11% van de mensen de Poetin price hike gelooft. Dus als 11%, dat zijn echt de meest trouwe Biden-fans en democraten. Die zitten waarschijnlijk zelf in de overheid. Maar voor de rest gelooft dus niemand dat verhaal van die Poetin-price hike. Hey, je ziet toch ook die hype, of die memes allemaal voorbij komen bij Amerikaanse. Ja, die Biden is van zijn fiets afgeflikkerd en dan staat er, Poetin did it, weet je wel. En, weet je, dat is al, dat Poetin did it, dat komt gewoon dat als een boemerang terug of zo, weet je wel. Dat is echt iets, ja. Dat gaat ze niet lukken, denk ik, de Poetin. Maar ze zoeken gewoon naar een afleiding, denk ik, die wel werkt. En uiteindelijk vinden ze waarschijnlijk wel iets wat wel enigszins kan werken of zo. Want ze proberen het een beetje uit. En als het niet werkt met die groep, dan probeer Poetin prijs uit, werkt niet. Nou, dan proberen we toch weer iemand anders de schuld ervan te geven. Ja. Oh, ik werd trouwens gisteren, geloof ik nog, voor complotdenker uitgemaakt. Omdat ik, dat was namelijk iemand die zei van ja, maar de Biden-administratie die heeft er toch helemaal niks mee te maken. Dat,
dat de prijzen omhoog gaan. Ik zei, nou ja, er wordt nog steeds veel geld bijgedrukt. En nou ja, dat geloofde diegene niet. Het was een Amerikaan. Geloofde hij niet. Nee, oh, zei, die zei van... Hij zei van, die complottheorieën doe ik niet aan mee, zei hij tegen me. Ja, zelfs, dat was zelfs bij die Bill Maher, heb je dat nog gezien? Dat was zo'n actrice, die was daar te gast. En er zaten nog een paar anderen. En die actrice, die begon in één keer, ja, maar nou, het werd over inflatie gepraat. En nou ja, op een gegeven moment begint zij ons verhaal te vertellen. Zo van, ze zat er best goed in hoor, als voor een Hollywood-sterretje. Ja. Van, nou, dat begon zo over de COVID-crash. En daar had Bill Maher nog nooit van gehoord. Er is toch geen crash geweest? Ja, de COVID-crash. Nou ja, dat kennen we allemaal. Dat is een goed inkoopmomentje geweest. Maar als het nog nooit van had, Bill Maher nog nooit van gehoord. Die zei echt, de COVID-crash, what are you talking about? Het was ook maar een hele korte crash natuurlijk. Ja. Als je niet meer dan een paar maanden naar de beurs kijkt. Toen werden we triljarden gered, hè? Ja. Ja, en ze begonnen over de socialism for the rich, weet je wel, dat al die grote bedrijven triljarden krijgen. En zij zegt, nou ja, dat is de reden dat er nou zoveel inflatie is. Ja, wat al die mensen kregen, dat is wat peanuts. Al die stimulus checks, dat is ook veel, maar ja, het is, je moet niet vergeten dat al die andere bedrijven kregen gewoon triljarden bij elkaar, hè? Ja, en die Bill Maher zat echt, die zag echt zijn oren klapperen, joh. Die dacht, wat heb je nou gezegd? Dat is niet gescript. Nee. Dus, hij had er ook zelf nog nooit van gehoord. Dus ja, die zit in zo'n bubbel. Heel veel mensen zitten in zo'n bubbel. Als je de NOS kijkt, maar ik bedoel, is. Ja, maar centrale banken, ja. dat idee. Maar jij hebt het zelf meegemaakt, jongen. Jij bent ook voor complotdenkeren uitgemaakt. Ja, omdat ik over de Fed begon. De Fed. Dat zijn toch de federale politie? Nee, de Federal Reserve. Ja. Wie deed dat? Ja, voor complotdenken uitmaken. Ja, hoe kom je erbij? Dat iedereen weet dat banken dat toch doen? Er is geen centrale bank. Nee. Ja. En banken krijgen hun geld van spaarders. Er is geen centrale bank. Dat heb ik op school geleerd. Dat is wel heel erg apart dat je dat zegt, ja. Dat werd tegen mij gezegd. Ja, ik ben al meerdere keren voor complotdenker uitgemaakt over dat ik zei van nou, er wordt zoveel bijgedrukt, dat gaat tot inflatie leiden. Bijdrukken, dat gebeurt toch helemaal niet, dat is toch helemaal niet waar dat zoiets gebeurt. En, ja, ik ben ook wel voor complotdenker uitgemaakt, maar niet hierover. Nee. Oké. Ja. Ja. Maar het leegtrekken, wapens leegtrekken voor Oekraïne, dat is het volgende bericht. Ja, joh, hartstikke goed idee. Je hoeft niet eens met democratie de macht over ik, te nemen. Ik hoop dat ze alle wapens van alle politie, BOA en leger allemaal naar Oekraïne want dan sturen. Wordt een burgeroorlog wordt makkelijker te winnen, denk ik. Ja, want dan hebben we allemaal even, ja, dan zijn we even sterk, alleen wij zijn met meer, denk ik. En ja. Dus ik ben voor. Ik zeg ja, doen. Voor mij hoeft de overheid geen wapens te hebben. Geef ze maar aan Oekraïne. Ja? Hoe gaan ze dan Nederland dan afdwingen dat wij geen wapens hebben? Ah, dat kan dan niet meer. Ja, dat doen ze met boze politici, hè? Ja, nee, dan kan er een BOA langskomen en die wil je dan een boete geven. Maar jij hebt dan een AK-47 en hij heeft niks meer. Maar dat ligt in Oekraïne. Krijg je natuurlijk weer het bericht. De soldaten moeten pang-pang zeggen. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Want die soldaten van ons moeten al pang-pang zeggen. Ja. Nou, het enige dan, wat ze dan kunnen doen is dat ze dat dan doorgeven of mailen. Kan dan. Zeg maar tegen die. Als je een rust tegenkomt, zeg dan maar pang. Pang-pang. Dat is een Hollandse manier is dat. Nou, ik heb geen idee. Ja. Het zit een beetje in wat Rutte zei, het is onze oorlog. Een beetje een soort Heb je dat andere dingetje van Rutte van een paar jaar geleden? Ja, dat associatieverdrag, dat ging absoluut niet over toetreding tot de EU. Want, ja, daar heb ik gedeeld. Ja, ja, we willen immers ook dat Oekraïne een goede relatie blijft onderhouden met Rusland. Ja, hij lag een 1-op-1 link tussen de goede relatie met Rusland...
En het niet toetreden van Oekraïne bij de EU. Dus voor hem was het dus duidelijk van als wij echt de EU, Oekraïne erbij zouden trekken in de EU, dan zouden wij gewoon een soort verkapte oorlogsverklaring aan Rusland zou dat zijn. En dat moesten wij niet willen. Ja. Maar wij konden dus allemaal dus wel gaan stemmen voor het associatieverdrag, want daar ging het er natuurlijk om. En hij stelde ons gerust. Hè? Ja. Want maar we hebben dus met z'n allen tegengestemd, 66%. En dat maakt dus ook geen flikker meer uit. Alsof we wisten dat Rutte zich niet aan zijn woord zou houden. Ja, hoe wisten we dat? Alsof we dat wisten gewoon. Inderdaad. Ja. Dus het internet vergeet niet. Ja, hij wel. Het maakt er niks uit, geen actieve wel, herinnering meer aan dit. Dit is al zo lang geleden. Ja. Tussendoor al 10 keer meer geloven. Maar kijk, wat ik hier nog over wilde zeggen is van. Nu hebben ze dan zogenaamd. Geven ze hun wapens weg, maar ja. Dan kopen ze weer nieuwe voor terug, hè? Ja, natuurlijk. Dit is, wij willen een nieuw spul hebben, dan geven we het oude spul aan Oekraïne. En dan zeiden ze, de bevolking is zo opstandig. Sinds ze die wapens er weggegeven hebben, is het volk steeds, er komt meer dreiging uit het volk. Volgens mij is Nederland ook gewoon verplicht om wapens te hebben van de NAVO. Nederland mag niet eens geen wapens hebben. Dus ze kunnen wel wapens weggeven, maar dan moeten ze nieuwe kopen. De doelstelling is wel veranderd. Die zegt Zelensky 4800 zware wapens nodig te hebben om niet verder onder de voet gelopen te worden door Rusland. Dus het doel is nou niet Rusland gewoon helemaal plat walsen. Nee, het idee is nou om niet verder onder de voet gelopen te worden. Maar is de Russen verloren toch? Dat wordt toch de hele tijd gezegd? Ja, dat was het de hele tijd verhaald. Maar dat is opeens zo balletje is dat zo veranderd naar niet verder onder de voet gelopen worden. Er ligt iemand hier. Ja, ik heb ook het idee dat ik niet helemaal de waarheid verteld werd in het begin. Want je zag allemaal van die beelden en weer een Russische tank opgeploft. En grappig, al die plaatjes van de tractoren die ze naar de schroothoop sleepten. Rusland is dan ook van zijn oude troep af en dan kunnen ze ook weer nieuwe kopen. Dus uiteindelijk is er maar één winnaar in een oorlog, hè? Maar, dat is dan ook weer tegelijkertijd kunnen we nooit hebben dat Rusland deze oorlog wint. Het is dus cruciaal dat Oekraïne door kan gaan met de strijd. Maar ja, ga je dan al die mannen daarvoor die in die hakmolen gooien daar? Het is werkelijk. Terwijl, er was nou ook weer een partij verboden. De grootste oppositiepartij in Oekraïne is verboden en alle assets in beslag genomen. En waarschijnlijk, dat was een oppositiepartij die waarschijnlijk zei van nou, misschien moeten we eens nadenken over vredesonderhandelingen. Want je kan wel even door blijven gaan. Hup, die partij wordt gelijk verboden. En ik denk dat die verboden wordt omdat hij weet dat daar steun voor is in de bevolking. Er is gewoon mensen die zijn het zat, die zijn genoeg. Er gaan er geloof ik per dag 100 tot 200 mensen gaan er dood. Dus ik denk dat toch pijn begint te doen. En dan denken ze, hoe graag willen we nou dat wij onze grenzen behouden zoals die waren 10 jaar geleden. Maar niet 30 jaar geleden, maar niet te lang geleden, maar kort geleden. En ja, ik denk dat het animo af begint te nemen. En dan zitten ze van buiten nog à la Van Balen, weet je wel. De toeten juichen, kom op, zet hem op, ga ervoor, blijf doorvechten. Ja, hier, nog wat oude rommelwapens van ons. Ga maar lekker schieten. Pick up the gun. ja, inderdaad. Pick up the gun. Pick up the gun. Pick up the gun. Oh, sure, then you're gonna shoot me. And do you want to shoot me? Pick up the gun. Ja. Maar eindelijk, Jan-Marc. Ja, dat hopen we nu. Ja. Ja. Dit is wel het bericht van de. Dat is wel een vondst. Dit is. Is geweldig. Dat ik deze gemist had. Dat ik deze gemist had. Het is, Beter dan die schaars geklede Minuska, hè? Ik had toch. Die trouwens best wel een beetje zwaar is. Een parel, hè. Dit is NASA beperkt CO2-uitstoot om oorlog met buitenaardse wezens te voorkomen. En dan Emma van Wateren schrijft dit. Ze schijnt een PhD te hebben volgens Julian. Die heeft het bericht als eerste
ja, gevonden, deze parel. En ja, Emma van Water is denk ik ook een activiste, vermomd als journalist. Dat zijn ze allemaal. Want nog een reden. Ik ken helemaal geen. Ik heb geen reden om klimaatverandering tegen te gaan. Maar goed, nog een reden om klimaatverandering tegen te gaan. Er bestaat een kans dat buitenaardse wezens de mensheid deels of geheel zullen uitroeien. Omdat zij het belang zien van een grote diversiteit. Nou, ik vind dat deels of geheel vind ik leuk al. Omdat doet mij een beetje denken aan zo'n autoverkoper. Nou, mevrouwtje, wilt u de witte of de rode? Weet je, dat zijn twee smaken. En in het best case scenario worden we deels uitgeroeid. Maar, en ik vind het ook wel leuk in het geheel uitroeien. Voor het belang van de biodiversiteit. Als jij een diersoort geheel uitroeit, dan daalt de biodiversiteit. Ja, ja, ja. Maar dat maakt niet uit. Maar dat schrijven de onderzoekers van NASA in een scenario-analyse. Nou, daar zullen ze wel geld voor gekregen hebben, denk ik, voor die scenario-analyse. Over wat er gebeurt wanneer buitenaardse wezens contact met ons zoeken. Is er een linkje daarnaar? Of, Ja, want aliens, zo schrijven de onderzoekers. En je kunt drukken op zo schrijven de onderzoekers. Dan krijg je het hele Engelse verhaal van NASA. Hebben mogelijk gezien dat wij mensen met onze hoge CO2-uitstoot een vervuiling en vervuiling zeer schadelijk zijn voor onze wereld. Dat hebben ze gezien. Ja, ik vind het ook wel hebben grappig. Hebben ze contact want gelegd met die wezens dan? Ja, want ik vind het ook wel mooi, want kijk, je ziet dat die men gaat ervan uit dat die buitenaardse wezens, dat die eigenlijk links progressief zijn. Ja, ja. En, want in de tijd van Trump, toen NASA nog geld moest krijgen van de Trump administration, toen kwamen ze niet met dit soort verhalen van buitenaardse wezens. Want toen Trump die wou de Green Deal niet, want die zei ja nee, dat is niet goed voor ons Amerikanen, dat America first en zo. En, maar nu zitten we dus in het beide tijdperk. En het is zo gek. Die buitenaardse wezens die zijn het er waarschijnlijk ook eens dat CO2 een probleem vormt. Ik bedoel, dat is dat. Dat vind ik al heel opmerkelijk. Ze zitten helemaal in die. Maar er is nog geen contact gelegd met buitenlandse wezens. Nee. Ik denk dan, ja, ik weet niet wat er in de hoofden omgaat van die buitenlandse, buitenaardse wezens. Ik weet trouwens ook niet of ze hoofden hebben. Eigenlijk weet niemand dat. Maar het is ongelooflijk. Ik ben ook wel benieuwd hoe ze denken over LHBTQ-kwesties. En of ze woke zijn, die aliens. Misschien komen ze alleen maar hier naartoe voor de CO2. Want daar hebben ze zoiets van, ja. Nee, dat hebben wij niet op die andere planeet. Weet je maar wel. Het staat hier als buitenaardse intelligentie universalis is. En dus zichzelf als doel heeft gesteld al het leven in het universum te beschermen. Wauw, het hele universum, hè? Lijkt het misschien onwaarschijnlijk dat ze ons met opzet zullen schaden. Maar als ze tot de conclusie komen dat de mensheid, de wereld en andere beschavingen in het heelal meer. Oh, dus ik wist niet dat. Het is niet alleen dat we onze planeet moeten redden. We moeten alle planeten redden. Maar die zijn we allemaal aan het. Die zijn we ook aan het vernietigen. Dat wist ik niet. Nou, ik lees nog een voor die zin. Maar als ze tot de conclusie komen dat de mensheid, de wereld en andere beschavingen in het heelal meer schade aandoet dan wij aan biodiversiteit opleveren. Hè, dat gaat maar om één diersoort. Kunnen ze besluiten het toch maar beter is ons te elimineren. En als wij klaar zijn met het vernietigen van onze planeet met CO2, dan gaan wij misschien naar een andere planeet, of dan gaan wij naar alle planeten in het heelal, en die gaan wij dan daarna ook elimineren. Dus dat is wat ik hier lees. En die buitenaardse wezens zeggen, zo zijn we niet getrouwd, en dan gaan ze ons uitroeien. Snap je? Ja. Dus. Maar wat ik hier dus, want ik ben een beetje een geschiedenisfreak, dus ik probeer altijd alles vanuit het verleden naar het heden te verklaren. Ik denk, waar wij mee te maken hebben, is kijk, vroeger had je de kerk en had je een staatsgeloof en al het andere was bijgeloof. En dan kwam je op de brandstapel en in een moslimland werd je misschien gestenigd of opgehangen. En dat was handig, want dan de heerser, de koning, die werd eigenlijk door God uitverkozen. En als er een oorlog was, dan was het God zijn met ons. Dat zei de andere partij dan ook, maar dat doet er niet toe. Even kijken welke God ging winnen. Ja, en dan, welke God de grootste lul heeft. Ja, en als je stout was, dan ging je naar de hel enzovoort. Maar mensen zijn niet meer religieus, maar wat we ervoor terug hebben gekregen,
Dus de nieuwe religie, dat is de wetenschap. En dat is dus ook weer een staatswetenschap. Dus dat zijn de IPCC, de KNMI, RIVM, CDC, NASA. Niet Robert Malone of een Peter Rick of een Susan Crockford of een weet je wel, die niet. Dus het gaat om de dat zeggen vrienden van mij ook vaak tegen mij, om die lachen mij dan uit te zeggen, ja, maar ik vertrouw de wetenschap. Dus de wetenschap, dat is dus de uitgekozen, dat is een staats, net als dat je een staatsreligie hebt, heb je heb je de officiële religie is dan de ook met een hoofdletter, hè? Ja, maar goed, die hebben dus ook een soort zak van Sinterklaas nodig. Hè? En dat is dan niet de duivel of de hel, nee, dat zijn dus de in dit geval de aliens, die kunnen gewoon ons allemaal uitroeien. Hè? Dus, ja. Maar ik denk dan, stel je voor, ik wil mijzelf en mijn gezin beschermen en ik zet de thermostaat lager. Hè? Maar ik heb dan 1,3 miljard Chinezen, die hebben er gewoon schijt aan. Weet je wel? En ik weet niet hoe het in Rusland zit met CO2 of in India. Maar ik denk de helft van de wereld doet helemaal niet mee aan die progressieve agenda. Dus mijn vraag is, kan ik door middel van de thermostaat zachter te zetten een buitenaardse invasie voorkomen? Nou, en zijn die buitenaardse wezens zo slim dat ze zeggen van, Jan Mark die heeft maar 17 graden in zijn huiskamer gehad al die tijd. Die laten we die leven. Die sparen we. Sparen nou, we dat vind ik dus ook interessant. Want als ze de mensheid in zijn geheel vernietigen, dan gaan dus ook alle links-progressieve bakfietsers, die gaan er ook aan. Nee. Wat ik op zich dan wel weer een leuk punt vind, maar dat is meer een zijsprong. Maar dat vind ik, het is... Maar dit is weer de nieuwe hel en de duivel. En de wetenschap is gewoon de nieuwe religie. Die gewoon. Ik denk daarom zo'n plaats Urk veel lastiger is om die nieuwe religie door de strotten. Die hebben al een religie, zeg maar. Ja. En die hebben al een dominee die zegt hoe het zit. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de partij Jezus Leeft. Kennen jullie die? Ja. Nou, dat ja, als, die ken je wel. Als er geen LP was... Ik ken de naam wel, maar ik weet niet wie erin zit. In wezen is dat... De man met de grootste big smile, die je maar kan bedenken. Ja, dus die vent is geweldig. Die man is nog niet eens zo oud, maar die heeft een gigantische baard. En ik heb hem bij een interview gezien. En dan kwam hij binnen en hij legde daar echt de allergrootste bijbel die ik ooit in mijn leven heb gezien. Met een soort dreun legde hij die op. Weet je wel? En dat vind ik ook wel mooi, want je hebt ook hele kleine bijbels met kleine letters. Maar dat is een beetje net als je de postcode loterij wint. Dan krijg je een hele grote check. Hè? Want anders geloven mensen het niet. Dat is €50.000. Dus, en hij heeft een hele grote bijbel. Nou, die wordt er met een dreun. Nou, dit is mijn verkiezingsprogramma. Maar Jezus Leeft is gewoon eigenlijk libertarisch. Die zeggen, ja, klimaatverandering, dat regelt God. Daar hoef je geen belasting voor te betalen. Virussen. Ja, lockdowns, virussen. Dat is allemaal onzin. God die regelt. En in principe komt het allemaal erop neer dat God dat allemaal regelt. En wij moeten niet denken dat wij God zijn. Hij ziet de overheid eigenlijk als een concurrent voor zijn geloof. Ja, en ik denk dat in wezen is dat ook zo. Ja, met RIVM, IPCC, de wetenschap is de vervanging van God. En het is ook niet minder ridicuul dan de Bijbel. Want het is, weet je wel, je kunt het zelfs... Want alle onafhankelijke wetenschappers komen met fantastische verhalen waarom het gewoon allemaal niet klopt en waarom het onzin is. En ook de maatregelen die de overheid neemt, zijn altijd contraproductief. Dus ze zijn zelf ook helemaal niet bang voor die CO2-uitstoot. Want ze doen helemaal niets. Weet je wel, maar dit is... Kijk, NASA is sowieso al een club, weet je wel, die doet er alles aan om gewoon hun geld binnen te krijgen. En natuurlijk zit NASA voor het volk helemaal onderaan qua interesses. Want als jij, je kunt je kachel niet meer laten branden en het vreet is niet meer te betalen, dan maak jij niet druk om een reis naar Mars. Ja. Maar NASA is er altijd goed in van, dan wordt er gesteld van, is er dan leven op Mars? Nou, dat weten we niet, maar als we erheen gaan, gaan we zeker kijken. Nou, ze hebben al beelden van Mars, dat het duidelijk is dat daar geen leven is. Nee, dat weten ze al lang. Maar dan komen ze terug. Dan komen ze terug. En dan zeggen ze, nou, en heb
Ergens is er een beetje water gevonden. En daar kan misschien een micro-organisme in zitten. En dan zeggen ze, nou nee, we hebben geen leven gevonden. Maar Mars is ook groot en misschien hebben we niet goed gekeken. Misschien moeten we nog een keer, hè? Ja, dat er ondergronds water zit en dat daar de micro-organismen in zitten. Maar ze zullen nooit zeggen van, laten we die missies nou maar vergeten. Het is allemaal maar geld over de balk en we kunnen wel met minder. Nee, dat zeggen ze nooit. Ondertussen gaat Elon Musk er wel naartoe om dat te koloniseren. Ja, dat kan. Maar ik weet zeker, we hebben nou een Biden-tijdperk. Ik weet zeker dat de NASA zo slim is dat ze dit verhaal nooit hadden verteld in de Trump-tijd. Dat ze afhankelijk waren van Trump. Ja, maar ze zijn niet echt afhankelijk van de president. Net zoals ze niet afhankelijk van Biden zijn. Die is het hele staatsapparaat hetzelfde gebleven. Ik denk dat hadden ze dan ook... Want eigenlijk zeggen ze hier, om een buitenaardse invasie te voorkomen, kun je maar beter niet op Trump stemmen. Hè, want wilde Trump niet dat Star Wars-programma weer een nieuw leven inblazen? Je had het toch over een Spaceport. Huh? Ja, Spaceport. Ah, oké. Okay. Ik denk dat... Maar waarom doen ze dit? Waarom denken ze wel. Als zij zich verplaatsen in de hoofden van aliens, dan denken ze dat zijn een soort elite die naar ons kijken, zoals wij naar de hillbillies kijken in het midden van de Verenigde Staten. Zo kijken die buitenaardse wezens naar ons. En die zullen ogenblikkelijk zien wat wij allemaal zien. Dat er niet genoeg diversity, inclusivity en dat soort dingen zijn. En die gaan gelijk over tot het doodmaken van... mensheid. En ik denk dat is hun agressie, hun eigen agressie die ze daarin weergeven. Want dan geven ze eigenlijk een zicht in hun eigen brein. Dat, ja, wat zij eigenlijk het liefst zouden willen doen, is een groot gedeelte van de mensen uit te roeien. Wat ze nu doen, is ze paaien gewoon een agenda. En een groep mensen. De United Nations, Biden, of iedereen die profiteert van de Green Deal. Die paaien ze nu hiermee, toch? Met dit. Ja. Dan krijgen ze. Maar die wil je ook paaien als er een andere president is. Want die zitten nog steeds budgetten te verdelen. Die lui. Of er nou Trump zit of niet. Alleen als het heel veel bekijkt trekt, denk ik. Ze dan niet iets anders gezegd? Hadden ze dan niet gezegd van, nou, het is wel heel goed. Aliens willen dat we een muur bouwen. Nou, nee, niet zozeer die aliens, maar nou ja, of dat je gewoon je keihard verdedigt tegen die aliens, hè, want Trump is een stoere. Nee, maar misschien... Aliens willen bescherming tegen illegal aliens. De aliens die zouden gelijk een muur bouwen tegen de illegal aliens. We moeten die buitenaardse wezens uitroeien voordat ze ons gaan vertellen wat we hier allemaal wel en niet moeten doen of zo. Nee, maar je zou ook misschien iets kunnen zeggen van dat je in de ruimte vanuit net als wat Reagan had. Die had toch ook zo'n Star Wars programma. Hè, van dat je al raketten zou kunnen neerschieten vanuit de ruimte misschien voordat ze landen of weet ik iets. Iets een soort van... Daar valt toch ook geld mee te verdienen? Of is dat weer militair? Is dat weer niet NASA of zo? Of is dat een combinatie? Volgens mij, dit soort instituten die schrijven gewoon op alle mogelijke dingen. En iedereen weet gewoon dat er een hoop klimaat... uit alle geld, potjes. En die schrijven gewoon een artikeltje daarover. Ja, en dat is een populaire zoekterm, dus vandaar. En ik denk zelfs dat ze weten dat dit bekijks gaat trekken. Dat komt niet voor niks in de AD terecht. Dus net als jij zegt van, je moet gewoon voor ongebreideld kapitalisme zijn en voor... wat heb je nog meer wapenbezit, vrij wapenbezit, dan weet je dat dat bekijks gaat trekken en dan weet je dat dit soort dingen ook bekijks gaan, die gaan aandacht trekken en dat is de hele bedoeling, dan kan je al financiële steun tegemoet zien. Zouden er geen mensen bij NASA zitten die dat bespreken van jongens, wij moeten nog wel, want NASA is nog steeds een instituut wat zeker respect heeft bij sommigen. Yeah. En zijn ze niet bang dat dat kan afnemen met dit soort idioterie? Nee, de New York Times was ook een krant die enige respect had. Dat is juist de reden waarom je hem probeert te co-opten. Omdat respect helemaal te gebruiken tot het niks meer waard is. En dan moet je weer een andere club als springhaan weer naar een andere club die dan respect heeft. Die moet je weer gaan co-opten om die er vervolgens dat respect helemaal op te gebruiken. Ja. Nou, ik vind het... Maar je ziet ook CNN, die zat er al mee. Van, ja, we hebben eigenlijk ons respect
hebben ze verloren. Die cijfers zijn tot het nulpunt gedaald. En dan zie je dat ze weten ook, ja, wij zijn nou ook niks meer waard voor mensen die onze autoriteit willen kopen. Dus we moeten weer, als er niemand naar kijkt, dan zijn we ook de sjaak. Dus dan komen er weer van die concessies van, ja, we moeten ons onafhankelijker gaan opstellen. En niet precies de talking points van de democraten overnemen. Zoals de big lie, dan moeten wij zeggen de great lie of zo. En dat, ze blijven nog steeds aan dezelfde kant staan, maar ze gooien een heel klein beetje iets ander taalgebruik dan direct uit de campagneteams komt. Ja, en daarmee, dat is veel te weinig, denk ik, om vertrouwen terug te winnen. Het is natuurlijk ook wel zo, ik weet natuurlijk ook niet hoe gek de gewone man is. Want ik had ook nooit verwacht met die COVID-toestanden. Ja, ik dacht van nou, dat duurt 2 maanden en dan is iedereen wakker. Want dit hè, dan heeft iedereen door hoe het zit. Nou, daar heb ik dus totaal geen gelijk in gekregen. Helemaal nul. Dus misschien is mijn, wat ik denk dat mensen allemaal aan bullshit kunnen verwerken. En misschien is dat veel meer dan dat ik denk. Ik weet niet. Ja, ik denk dat het veel is zolang ze nog te eten hebben. Ik denk dat als dat begint krap te worden, als het koud en hongerig beginnen te worden, dat ze opeens minder bullshit kunnen blijken te slikken dan voorheen het geval was. Ja, ik krijg trouwens een tip van JF. Je moet je thermostaat laag zetten en dan schapenbloed boven de deur smeren. Dan zullen de aliens je huis overslaan. Ja. Weef dus, het maar door. Ah, maar dit past ook helemaal in ons verhaal van de fake alien invasion. Hè? Dus, ja, wij hebben het hier over gehad, Peter. Wij hoopten dat wij zo oud zouden worden dat wij mee zouden maken dat ze dit soort dingen gingen doen. En ja. Rempel, echt. Gewoon, het heeft een maand geduurd. En we worden op onze wenken bediend. De fake alien invasion is er nog niet, maar dit is de voorbereiding om te leren hoe de aliens denken. En straks komen de aliens inderdaad ook met woke shit en met allerlei de stikstofcrisis komt er, de aliens die gaan de boeren ook afslachten. En ik denk dat je dan, als dan uiteindelijk die alien invasion komt, dat je dan, en dan zeggen ze precies wat er al, waar je mee voorgebakken bent. Je wordt geprimed eigenlijk nu. Er moet nog een heleboel geprimed worden voordat ze met de echte fake alien invasion kunnen komen. Maar dit is gewoon de nieuwe zak van Sinterklaas. Dit is wat het is. Ja. Ik bedoel, die kan je alles uithalen. Je kan ze alles laten denken, die aliens. De aliens komen je halen als je niet... dus dit is... De boeman, de zwarte Piet. Maar dan, ik denk ook dat ze heel erg voor een 6e booster shot zijn, de aliens. Het zal me ook niet verbazen dat ze misschien in de toekomst dan zo'n wapen hebben. Misschien hebben ze dat nu al. Dat ze zomaar vanuit de lucht of zo een soort laserbeam op iemand kunnen afsturen die niet helemaal met hun eens is of zo. Oh, zeker. Maar dan staat er in de krant, ja, de aliens hebben het gedaan en niet de overheid, hoor. Nou, ze hebben zo'n soort de Rod of God, dat is ook zo'n satelliet waarmee je een staal of een staaf naar beneden stuurt op de aarde. En omdat die dan steeds harder gaat, dan komt die met een klap op de aarde terecht die immens is. Het is een wapen waarvan gezegd wordt dat ze het hebben. En dat ze toch wel redelijk goed kunnen uitrekenen wanneer ze hem moeten loslaten of afvoeren en hoe hard om hem waar op de aarde te landen. En inderdaad, daar twijfel ik aan, want dat hebben ze al vaker gezegd. Hè? Ze zeggen al, ik weet niet, decennia lang dat ze precisiebombardementen kunnen doen. En dan je weet dat van alles en nog wat geraakt wordt, behalve het doel, weet je wel. Ja, gaat vaak mis. Hè. Maar ik denk dat ze, dan zullen ze inderdaad een soort space laser, als ze die hebben, als ze die af hebben, dan zou dat inderdaad ideaal zijn. Want dan kunnen ze gewoon opeens... dan blazen ze ergens een of ander gebouw op. En dan zeggen ze, ja, dat waren de aliens. En die deden dat omdat dit land zich niet aan de doelstelling, CO2-uitstootdoelstelling heeft gehouden of zo. Het kan niet helemaal fake zijn dat je gewoon helemaal niks ziet. En dat je het allemaal moet geloven. Er zal zeker... Zullen er special effects bij zijn? Kijk, weet je, het grote voordeel met aliens is wel ten opzichte van een virus dat je misschien nog onder een microscoop kunt zien. Of CO2, daar kun je nog echte metingen mee doen. Kijk, aliens, want het wordt ook niet gezegd, we hebben ze al gezien, die aliens. Het is allemaal nog een scenario. Dus je kunt,
Weet je, want je kunt er niks tegen inbrengen. Je kunt ook niet zeggen, ja, ze zijn er niet. Dat, weet je wel? Ze zeggen niet dat ze er wel zijn. Dus ja. Ja, het is een heel vage filmpjes. Hè? Dus, elke keer als een alien verschijnt, dan is er nooit iemand met een goede camera. Dat is altijd een heel wazig, korrelig beeld. Ja, maar Peter en ik maakten ook de voorspelling toen we het hierover hadden, over die alien invasion, dat uiteindelijk de mensen die het niet geloven, dat zijn dan de wappies die niet in die buitenaard. Ja. Het is nu nog zo, als je in aliens gelooft, dan ben je een wappie. En dan flopt, dat flipt zo om. Ja, maar dat zijn inderdaad van die dingen die gewoon opeens om kunnen flippen. Ik denk nog steeds dat bijvoorbeeld Oekraïne ook, dat is nou zo'n onschendbaar, zeg maar. Die kunnen gewoon met nazi-vlaggen de oppositie opruimen en één partijstaat vestigen. Dan is het toch allemaal ter verdediging van de democratie. Maar dat kan gewoon opeens ook omslaan. Dat ze opeens de kwaaie peer krijgen ze toegespeeld. Als ze zeggen van we hebben geen zin meer om te vechten. Bekijk het maar nou ook. Hup, gooi je weer overal uit. En dan kunnen ze opeens, daar zijn ze heel makkelijk in. Hier staat ook, de onderzoekers doen een aantal aanbevelingen om agressie van buitenaards leven te voorkomen. Dat kunnen we maar beter mee beginnen. Dus zo moeten we niet de indruk wekken dat onze beschaving heel snel groeit. Deze scenario's geven ons een reden om onze groei te beperken en onze impact op de wereldwijde ecosystemen te verminderen. Het is vooral belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, omdat de samenstelling van onze atmosfeer vanuit andere planeten kan worden gezien. Dus ze kunnen al gewoon met een soort verrekijker, bij wijze van spreken, zien dat ze hier ten oorlog moeten trekken. Omdat wij onze links-progressieve agenda niet snel genoeg doorvoeren. En dan dat zal de woede opwekken van de aliens die nu nog gewoon lekker op een andere planeet. Ik weet niet wat ze doen, maar hè? Dat dus. Dus de onderzoekers doen al een aantal aanbevelingen om de agressie van buitenaards te voorkomen. En trouwens, en dan is het ook zo, van dan krijg je ook weer net als, want ik ging dan, hield me niet aan de avondklok, door jou gaan alle opa's en oma's dood en zo. En als je dus nu die thermostaat niet laag zet en je gaat niet gewoon fietsen, dan is het wel jouw schuld als straks die buitenaards, jongens allemaal hier iedereen vernietigen. Dus, snap je? Ja. Ik had er nog eentje gevonden trouwens, nog een pareltje. Deze is al wel wat ouder hoor, die is uit 2021. Scientists studying temperature at which humans spontaneously die with increasing urgency. Overigens nog even over dat laatste zeggen ook ze. Ze overwegen over het bericht, ze overwegen hierin ook de mogelijkheid dat buitenaardse leven ons kan helpen onze problemen, zoals honger, armoede en ziekte oplossen. Maar dus dat is geheel hun eigen brein. Hè? Dat, als ze moeten kiezen tussen. Ze gaan ons nog niet helpen, zeker of het bestaat. Ze zijn ontzettend technologisch geadviseerd, maar wat ze waarschijnlijk gaan doen. Ja, ze kunnen ons natuurlijk ook helpen gewoon met die technologie, maar ze kunnen ons ook uitroeien. Straffen. Ja, en als ze moeten gokken, dan gokken ze op uitroeien. Dat is hun gok. En dat is heel hun eigen brein. Er zijn eigenlijk twee. We hebben gewoon een keuze. Het is of we gaan gewoon nou die broeikasgassen beperken. En we gaan onze beschaving, onze groei van onze beschaving gaan we terugbrengen of verminderen. Hè? Dus de armoede wordt cool. En anders, nou, dan hebben we het ook gewoon zelf gedaan. Dan staan ze hier gewoon op de stoep. Dus het is dus A of B. Dus wat wil je? Ik wil die aliens wel zien. gaan nog maar eens met die Porsche rondrijden, denk ik. Ze hebben geen optie C van er zijn helemaal geen. Het kan ook zijn dat er geen aliens zijn. Ja, of misschien het zijn, dat ze er wel zijn. Maar dat zijn supporters, die aliens. Nee. Het kan ook nog zijn dat ze extreem rechts. Dit is onmogelijk, hè? misschien kauwen ze wel pijptabak. maar
ruimte het kan, ook zijn dat ze zich helemaal niet ontwikkeld hebben. Dat het nee, gewoon stel je nou voor dat, ergens zijn. Ja, nee, maar stel dat het nou soort FVD'ers zijn. Forum voor Democratie-achtige of Trumpers. Hè? Die aliens. Dan worden ze misschien wel scheidsziek van al die woke shit en van al die CO2-hoogs. En dan zijn ze het op een gegeven moment zo zat dat ze ons gaan uitroeien omdat we zo extreem links zijn geworden. Maar dat kan ook, hè? Ja. Dan wordt hij uitgesloten. Ja, dan voeren ze ons in die vliegende schotels en dan gaan ze ons boven de steden uitgooien. Dan zien ze Biden en denken ze, ja, dat is toch gewoon, wat is het voor diersoort die zich door een demente gek laat leiden? We gaan nu ingrijpen, dit pikken we niet. Doe je maar uit. Ja, dus, die optie wordt hier niet genoemd. Nee, maar er worden een heleboel opties niet genoemd. Het inderdaad gelijk is, de alien is een progressieve, versie. Ik denk dat als er buitenaards leven is, cortex. Dat het nooit verder gekomen is dan de bacteriën, dat het nooit is gaan delen of zo. Dat komt omdat ze te weinig CO2 hebben op die planeet. Nou ja, al het leven op aarde zou sterven bij, dacht ik, 173 mol per eenheid CO2. We zitten nu iets op 400. Mol per eenheid, toch? Nee, wat is het? Ze noemen het meestal in ppm, parts per million. Wat? En het is nou 400 ppm. Het is veel hoger geweest, maar inderdaad, als het iets van 100. Maar onder de 170, dan gaan alle planten dood, ja. Ja, precies. Dus ja. Ja. Dus misschien willen ze ons CO2 wel afpakken. Ze zien al dat CO2, verdomd. Kunnen onze plantenbiotoop weer herstellen. Maar in ieder geval, een artikel van Vice van al een jaar geleden. De wetenschappers die bestuderen temperaturen waarbij mensen spontaan sterven met increasing urgency. Met toenemende noodzakelijkheid. JF zegt nog, make the galaxy great again. Dat is de slogan van het ding. Dat is, ja. Ja, dat is inderdaad apart. Dus een bepaalde temperatuur en zo, dan vallen mensen gewoon boom, point, dood neer. Dus, wat is dat voor temperatuur? Dit is al onderzocht, toch? Zou dat dan ook bij een bepaald CO2-gehalte zijn dat gebeurt? Maar heeft Jozef Mengele dit toch al onderzocht in Auschwitz? Wordt die temperatuur ook genoemd? Dat is niet. Ik heb dat wel gehoord, want ik heb het bij een andere podcast had ik dat gehoord, ook dit verhaal. Ja. Maar het was niet een hele gekke temperatuur. At least 88 degrees Fahrenheit. Volgens mij is dat niet, waarop je een over broodje bakt of zo. 88 Fahrenheit. Dat is vast een tabel voor. Vochtigheid boven de 95% en tenminste 88 degrees Fahrenheit. En dan opeens boom, ben je gewoon. Ja, broodjes meestal 180 graden. Nou, kijk, in Florida leven mensen nog gewoon. En sterker nog, die bejaarden die er nog het meeste last van kunnen hebben, die gaan zelfs als pensionaro's gaan naar Florida. Hè? Die trekken gewoon van New York en die gaan daar een pensioen op. Dat heeft met fiscale klimaat te maken. Ja, ook niet met de warmte. Nee, ook met warmte. Dezelfde reden dat heel veel bejaarden naar Benidorm gaan. Ja, het is beter voor tegen jicht en zo. Ja, in Engeland is het zelfs op doktersadvies. En dan word je zelfs, krijg je nog subsidie toe. Ja, als je naar Benidorm gaat. Maar goed, zowel in Benidorm als in Florida kan het fucking warm worden. En trouwens, in Florida heb je ook nog eens een bizar hoge luchtvochtigheid erbij. Dus 35 graden Celsius, 95 graden Fahrenheit. Dus 35 graden en 95% vochtigheid, dan ben je de sjaak. Oh. Oké. Okay. Okay. Ja, 35 is wel ongemakkelijk, vind ik. Ja. Zeker als er hoge vochtigheid is. Ja, dat is inderdaad. Ik ben er ook geen fan van. Maar ja, goed. Uitlevering Julian Assange. Ja, eigenlijk de ter dood veroordeling, hè? Ja. Ja. Maar Australië moet er ook nog iets over zeggen, toch? Of niet?
Of die heeft er al wat over gezegd. Wel. Geen idee. Ik dacht dat dit de laatste grens was en dat hij dan naar de VS zou gaan. Ja. Van aftellen tot wanneer die geëbstiend wordt dan. Ja. Ja, daar hoeven ze in wezen nog niet eens. Want hij kan dan toch niks meer in die cel. 175 jaar gevangenisstraf, Jezus Christus. Ja, voor journalistiek werk eigenlijk. Ja, op basis van de Spionage Act. En hij, die Spionage Act was alleen maar voor militair personeel. Dus hij is op basis van een wet die alleen maar op toepassing is van militair personeel van Amerika. Als die wat lekken, zeg maar, dan vallen ze onder de Spionage Act. En op de basis daarvan wordt hij dus veroordeeld. Dus dat klopt niet, hij is niet eens een Amerikaan. En hij is niet eens een militair, dus. Nee. Dat is heel krom, inderdaad, ja. Ja, het is sowieso wel niet volgens de Constitution natuurlijk, dat soort dingen. Ja, het is... maar ja, het is eerder gebeurd, hè. Ik bedoel, met de Pentagon Papers, toen... Toen zei Nixon, dat is wel trouwens ook opgenomen dat hij dat zei, van ja, het komt er even op neer, ze moest aan de hoogste, of de man die dat deed, die moest aan de hoogste boom hangen, hè, die whistleblower. Nou, uiteindelijk is hij ermee weggekomen. Maar die hebben toen ook geprobeerd, die hebben hem afgeluisterd, ze hebben alles gedaan om die man die dat lekte, de Pentagon Papers lekte, kapot te maken. Het is hem toen niet gelukt. Uiteindelijk moest Nixon, ja, die werd eruit gewipt vanwege Watergate. Wat ook zoiets was. Ja, maar er komt nog een proces dan. Ja, laten we hopen. Tenzij die geëpsteind wordt, zeg je. Ja. Maar ja, zo'n proces, als dat openbaar is, dan kan nog wel wat... Ja, dan heb je de kans dat hij zegt van of dat hij in één keer dood in zijn cel gevonden wordt van dat hij gestorven is aan de stress of zo. COVID. Of COVID, ja. Sudden Adult Death Syndrome. Zoiets, ja. Ja, het sluit aan bij het volgende bericht, hè, een beetje. Ja. Kijken. Celgenoot van, Ghislaine Maxwell. Die zou geld gekregen hebben als haar celgenoot om het leven zou brengen. En niet één keer gebeurt, maar meerdere keren. Dat zegt in ieder geval de verdediging van Maxwell. En de familie van haar zegt het ook. Ja. Ja. Ja, dat zijn niet dezelfde figuren als Epstein. Want... Die gaven niet een paar grijpstuivers aan een celmeten. Die waren 100% effectief, zou ik maar zeggen. Dit klinkt een beetje amateuristisch. Ja. De vraag is ook, van wie had ze dat dan, werd ze dat dan aangeboden? Ik denk als ze dat allemaal gaat zeggen, dat het dan... dan is alleen haar waarschijnlijk snel vermoord. En sowieso, er zitten twee vrouwen op zijn cel. Ja, ik heb geen idee hoe één zo'n vrouw dan die andere gaat vermoorden. Dat gaat er best wel bij haar te stinken dan, hè. Dan heb ik wel medelijden met die celgenoot. Maar ze trok toch het toilet niet door en dat soort dingen. Ja. Beetje psychologische oorlogsvoering ook misschien. Ik had laatst nog die black book die gelekt was van Epstein met al de gasten die meegevlogen hebben. Ik heb nog even door zitten lezen. Mm-hmm. Nou, weet jij al die namen die van mensen die meevlogen? Nee. Kevin Spacey weet ik en Bill Gates. En... Er stond op een gegeven moment Phil Collins. Ja, het kan een andere zijn. Het hoeft niet die ene van Genesis te zijn. Maar Simon Le Bon stond er ook nog op. Wie is dat ook weer? Duran. Op een gegeven moment, ja, ik ben een beetje dyslexisch. Ik denk, hè, George Michael, maar dat was George Mitchell. Ik denk, ik lees nog even. Dat is een senator. Er zijn ook een aantal mensen van adel, van de Bismarck-familie. Een aantal van Bismarcken staat er ertussen. Eén Rothschild. Voor de rest heel veel namen die mij niet zoveel zeggen, maar... Die zijn uit het entertainment wereldje, uit de mode wereld of uit recruitment voor modellen.
nachtclub-eigenaars, dat soort mensen. En dat ging allemaal naar het eiland toe. Ging allemaal naar het eiland toe, ja. Nou, het is een soort Bilderberg, maar dan meer met ontspanning. Een Bilderberg voor kinderliefhebbers. Ja. Nou, we hebben het ook wel besproken hebben, zeg maar, politiek of zo. Ja, ja, misschien dat die artiesten die daar naartoe gingen, dat gewoon, dat die daar moesten zingen of zo. Ja, ja, precies. Ja. Inderdaad. Ja, er waren nog meer artiesten, hoor. Dus, precies. Maar ik had dan sowieso Phil Collins. Wat gaat die daar doen dan, joh? Die man is hartstikke doof en blind. Ja, ja. Nou, je hebt... Oh ja, en die... Maar je weet niet wanneer dat was, hè? Dat kan toch best 20 jaar geleden zijn geweest. Ja, kan ook, ja, kan ook. Maar je had maar ik kan me dat wel voorstellen. Je hebt niet de hele tijd zo'n peuter op je leuter. En dan, je wil gewoon af en toe wat andere dingen. En dan een beetje Phil Collins er tussendoor, zo. Ja, ja, snap ik wel. Maar er waren ook een aantal wetenschappers, die Pinkert, die op een optimist, hoe noem je dat? Ja, Steven Pinker. Ja, er stonden nog foto's van, een aantal foto's, dan zag je hem ook echt zo heel vrolijk lachen met Epstein. En had hij ook een selfie nam van hem en Epstein. Er zijn ook wel foto's uit de Lolita Express, dan zag je Stephen Hawkins en nog een paar wetenschappers. Die zaten met z'n allen gezellig in dat vliegtuig. Ja. Dus, ja, hij zat natuurlijk met heel veel mensen uit de wetenschapswereld, zat hij te voeren met geld. Die Stephen Hawkins, die kan niet echt iemand verkrachten. Nou, dit was in de tijd dat hij nog niet zo in die rolstoel zat. Ja, dat was een beetje... Waarmee jij suggereert. Dat is een jonge jaren. Ja, maar hij werd al tijdens zijn studie begon het al, die ziekte. Heel snel. Het is ook raar dat de levensverwachting van die ziekte is heel laag eigenlijk. Hij zou al lang dood moeten zijn. En wonder boven wonder bleef hij, weet ik niet hoe lang, leven met die ziekte. Maar je hoorde alleen maar die computerstem. Dus kan je wat afvragen of hij niet al lang dood was. Maar dat hij dan nog bleef zeggen van, we moeten CO2 terugdringen om de... Hij heeft ook allemaal dat soort agendapunten naar voren gebracht. Ja, maar toch gebeurt het af en toe. Hè? Die gitarist Jason Becker, die werd op zijn 21ste gereageerd en die leeft ook nog steeds. Dan stopt het in één keer. En die gozer is dan ook net zo verlamd als Stephen Hawking, maar goed. Dus het in hele zeldzame gevallen stopt het in één keer. En dan, in ieder geval, hij was nog niet dusdanig verlamd dat hij vrolijk cheese op de foto kon zeggen. Dus, of het was dan gewoon zijn neutrale expressie zo. Dat kan ook, maar ja. Ja, heb je hier nog wat over te zeggen? Nee. Ja, dan gaan we verder. Dan gaan we naar USA Today, die heeft 23 artikelen verwijderd vanwege een verslaggever met een te grote duim. Ja, ik begreep dat het laatst ook met Reuters het geval is. Dus die factcheckers die zitten gewoon, hebben gewoon allemaal leugenaars in diensten. Zo interessant, bij Washington Post hebben ze laatst ook iemand eruit gegooid. Kennelijk... Ja, het lokt toch een beetje uit als iemand zegt, wij factchecken dit. Dan krijg je natuurlijk dat mensen gaan zeggen, oké, zullen we jou eens even factchecken? En dan, er zijn natuurlijk dit soort organisaties waar die autoriteit uitstralen, die roepen een heleboel activisten over zich af. Want die willen graag die autoriteit gebruiken om hun onzin aan de man te brengen. Want het kan alleen maar door een medium wat ooit autoriteit had. Dus dit is een magneet voor maloten. Ja, wel, maar zij wordt ook onder de bus gegooid, want er zitten natuurlijk allemaal lui. Hoeveel echte goede journalisten zitten nog gewoon bij zo'n krant? Ja, het is inderdaad. Zij is dan te ver. We hebben de rotte appel gevonden en die gaat eruit en nou kun je er weer op vertrouwen. Dat is een beetje het idee. We offeren er eentje op. Aan de andere kant, kijk, als de waarheid gewoon niet mee zit, maar je moet wel van een bepaalde. Bullshit er doorheen drukken, maar er is geen bullshit van. Net als die gast hier, die acteur, die zichzelf in elkaar liet slaan, weet je wel. Maar ja, hij kon geen racist vinden.
Nou ja, dan huur je maar iemand in die jou in elkaar slaat, zodat je kan zeggen, het was racisme. Hetzelfde met die verslaggevers, ja, die, oh ja, hier heb je haar. Die moet een bepaalde soort bullshit in de wereld helpen, want dat wordt gewoon bovenaf gezegd. Ik vind het ook wel een beetje EOC. Huh? Ik vind het ook een beetje EOC-type. Ja, weet je wel? Ja. Maar de krant heeft gezegd van, nou, we gaan ons proces onder de loep nemen en dan zullen we zorgen dat het nooit meer gebeurt. Ja, yeah, right. Oké. Okay. Maar ja, goed, het is, ja, het is duidelijk dat het allemaal fake news is, hè. Wacht even, hoor, dat loopt hier weer vast. Ja, dan gaan we even naar het volgende toe. Was het volgende, wacht even hoor. Hoppakee, weg ermee. Jongens. Hoppa. Volgende, WHO. Oh ja, hey, kijk eens, daar sluiten we goed op aan. Bij de World Health Organization, dan worden ze ook steeds meer wakker. Dan worden ze ook steeds meer wappie. Want tegenstelling tot Tedros is hier een van de chief die zegt van, ja, het komt daadwerkelijk uit een lab, dat virus. Dus ja, die gaat helemaal in tegen zijn baas. Hij is niet de eerste. Ja, het is raar dat dat, ja, want je... Het was natuurlijk eigenlijk voornamelijk een Chinese gedreven organisatie. Uh-oh. En nou krijgen die Chinezen opeens een beetje de schuld in hun schoenen geschoven. Ik heb het idee dat het ook een heel erg pay for play is. Dat ze gewoon, ja, nu betalen die weer meer. Dan brengen we dit toch naar voren. Want ik vond het eigenlijk nog steeds heel vreemd vinden dat het hele Wuhan lab, waar ze allemaal volop van zeiden van, nou, het is allemaal fake news en debunked en dat kan nooit, want hier wetenschappelijk onderzoek, de DNA's is zo, en dat dan laat zeggen, nou ja, het zou eigenlijk toch best kunstmatig kunnen zijn in plaats van natuurlijk en uit het lab gelekt kunnen zijn. En die ommekeer heeft mijns inziens niks te maken met voortschrijdende inzien, omdat ze nou opeens zeggen, oh, we hebben toch, nu we er nog eens naar kijken, zien we toch dat de waarheid wat anders is. Het heeft niks met waarheid te maken. Het is gewoon van, ja, eerst werden we door die betaald en nu worden we door die betaald, denk ik. Zoiets moet het zijn. En ik heb het idee dat China moet ook gedemoniseerd worden. Ja, en die worden... Taiwan willen binnenvallen. Ja, Ja, eigenlijk zitten ze met Rusland te proberen via dat Kaliningrad ook, denk ik, en Oekraïne, om die proberen zo te poken dat ze aanvallen. En dan China ook over Taiwan. En dan heb je een vijand bij elkaar waarmee je lekker wat mensen kan ruimen. Dan kan je een flinke wereldoorlog neerzetten, zeg maar. Iets wat niet lukt met Irak of zo, of Afghanistan. Aan de andere krant werden trouwens ook nog beelden van de Wuhan Lab gedeeld. En dan zag je dat ze zich niet helemaal aan de HACCP hielden, zoals dat ze mooi noemen. De Hazard Analysis Critical Control Point. Hartstikke idee. Hoppakee, dat is net zoiets als tetragloorde mensen waar dat ik zie, hè? Dus, nee, het is ja, bepaalde hygiënecodes, maar je zag een... Oh fuck, wacht even, mijn mobiel gaat moeilijk doen. Je zag dan die foto van die koelkasten die helemaal aan de binnenkant bevroren was, waar al die medicijnen in opgeslagen moeten worden. Ja, dat is niet de bedoeling, hè? Dat die ijsvorming aan de deur zit. Dat soort dingen, weet je wel. Dus het werd niet helemaal aan de voorschriften daar gehandeld. Dus ja, logisch dat dat dan wel eens weglekt. Ja, dat verbaast me niks. Ja. Zodoende. Maar ja, wat kunnen we verder over zeggen? Ik weet niet of iemand nog wat wil zeggen. Nee? Dan gaan we naar de Britse ex-agent toe. Die had een meme gepost en moet daarvoor in de bak. Ja. Ja, het is een meme over... Hij maakte een grapje over de dood van George Floyd, wat kennelijk nog steeds niet mag. Ja. Nou, het is wel raar dat je voor 20 weken voor een meme... ja, het is duidelijk dat in de UK en in Duitsland ook hebben ze geen... Nederland ook niet eigenlijk vrijheid van meningsuiting. So, dat is toch nog iets wat in Amerika nog iets zwaarder wordt gehandhaafd. Zeg.
Ik zit gelijk te denken aan alle memes die ik bijna dagelijks post. Ik bedoel, goede genade, wat er allemaal op Babyland staat. Dan mag je net zo lang de bak in als Julian Assange. Nou, misschien krijg je nog de kans om ze te verwijderen. Dat je, oh, sorry, ik wist ook niet wat er... Mijn account was gehackt, hè? Dat soort dingen. Ja, dat ja. Ja. Ja, het is wel... None of the other group members could find an ounce of racism in him. Maar dat maakt niet uit. Hè? 20 weken naar de gevangenis. En dan heb je Groot-Brittannië sowieso een beetje de weg kwijt. Er was ook een man die gaf al jarenlang bloed in Engeland. Aan de National Health Service. En die was iets van in de 60, geloof ik. Toen moest hij opeens op een formulier invullen of hij zwanger was. En dat weigerde hij. Hij zegt, ik ga niet invullen of ik zwanger ben of niet. Ik ben een man van 65. Ik weiger deze vraag te beantwoorden. Nou, dan willen we je bloed niet hebben. Ze laten nog liever mensen doodbloeden. En zeggen we, ja, we hebben geen bloed. Want ja, die vent die wilde onze woke vraag niet beantwoorden. Nou, hij was 66. 66. Ik had het ook op Wappieland gezet. Maar ik denk dat een vrouw van 66 ook nogal... Dat is ook nog lastig, denk ik. Zwanger. Ja. Maar okay. Goed, ja. Kunnen ze die ook vragen van... Nee, maar ja, goed. Ja, dit is... volgens mij had ik erboven geschreven als titel van... We leven in een openbare inrichting. Ja. En dat, ja. Ja, het is onvoorstelbaar gewoon. Dit is, ja... Hoe lang pikken we dat allemaal nog gewoon? Het is echt... Je moet steeds... Meer dingen moet je gewoon allemaal normaal gaan vinden. En ik heb het idee dat de mensen er toch wel een groeiende hoeveelheid moeite mee hebben. En dat het tot nu toe kan het allemaal een beetje glimlach opleveren. En een beetje een grijns en zo. Van, nou ja, ze zijn gek bezig. Maar als jij op een gegeven moment je energierekening niet kan betalen. Of je eten niet. Of je hebt geen kindermelk meer voor je babyvoeding. Ja. Denk ik dat het toch wel iets is van. Ja, nou moet het eens even afgelopen zijn. En dat er hopelijk komen er dan toch wat krachten die zeggen van... Ja, de volwassenen moeten weer eens aan de macht komen. Het liefst natuurlijk helemaal niemand aan de macht, maar dat zal er nog even niet in zitten. Ja, ik moest een beetje denken aan die zo'n serie uit de jaren 70, waar volgens mij was Archie Bunker of zo. Die dan de hele dag boos op de bank zat te schelden op zijn tv vanwege alle onzin die hij daar zag. Terwijl hij dan zo'n arbeidsmilieu was en amper... hij kon niet een luxe leven, laat het zo zeggen. En dan, ja, ik bedoel, dat was toen al zo. Dus nu heb je dan mensen, ja, die torenhoge inflatie. En dan zie je mensen die op de bank zitten en zich helemaal boos maken. Malle woke shit op de tv. Ja, niks veranderd met de jaren 70, zeg ik dan, hoor. Ja, ja, dat is een bekend fenomeen. Dat hate-watching heet dat, geloof ik, hè? Maar in ieder geval, de feds plan to dump Archie Bunker. Ik weet niet of hij nog leeft hoor, maar die zou nou echt een hartaanval krijgen. Feds plan to dump immigrants in cities away from the border. Officials. Ja, terwijl ze bij Texas juist bussen naar Washington D.C. willen rijden. Hè? Omdat daar, ja, Florida ook gewoon. Ja, dus. En dat is ook een way from the border, natuurlijk. Washington DC. Maar, ja. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet of dit soort dingen nou zoveel gaan uitmaken. Het lijkt daar echt helemaal vol te lopen, hè, in die zuidelijke staten. Uh-oh. Ongelooflijk hoe dat dan. Ja. Hoe de economie dat überhaupt allemaal nog op kan vangen. Aan de ene kant word je aangevallen door lockdowns en allerlei shit. En dan aan de andere kant moet je ook nog gewoon dit met je economie kunnen absorberen. Het zou toch eigenlijk geen probleem moeten zijn? Als ze illegaal zijn, hebben ze geen recht op een uitkering of iets. Ja, maar dan moeten ze werken. Nou ja. Of is er een soort gaat er een soort belastinggeld toch naartoe voor die opvang van die lui? Ik denk dat het grootste probleem is, dat die mensen in kampen moeten blijven. Maar kijk, normaal zou het geen probleem moeten zijn, want die mensen, ja, die moeten dan werken voor hun geld.
Ja. In het straal, die gaan dan werken voor hun geld. En de aanwezigheid van een aantal groep mensen levert ook weer werk op voor de gemeenschap. Kijk, ze hebben ook weer een huisarts nodig. Ze hebben voor de kinderen een onderwijzer nodig. Moeten betalen. Kijk, dat is het punt. Kijk, als zij hun kinderen naar school willen hebben en zij betalen zelf het onderwijs, dan zijn zij... Dat kan als ze gewoon werken, kunnen werken. Ja, precies. En als ze ziek zijn, dat ze gewoon zelf hun... Dan zou het allemaal geen... Ja. Dus dat klopt, ja. Dus, maar ik weet niet hoe het precies geregeld is, weet je. Het punt is dat de overheid zich ermee bemoeit. En dat is het probleem. Natuurlijk, dat is het probleem. Maar is het zo? Amerika is groot geworden doordat er allemaal immigranten daar naartoe kwamen. Ja, maar in Nederland ook. Ja. In wezen. Het is pas een probleem geworden toen politici rond 1900 gingen politici er zich mee bemoeien, weet je wel. Dus er gingen eerst de Italianen, eigenlijk daarvoor al in de 19e eeuw al, begonnen ze eerst met de Ieren te demoniseren. Later gingen ze de Italianen demoniseren. En dat is elke, ja, toen de volgende groep, Chinezen zijn ook nog gedemoniseerd. Dus het probleem begon eigenlijk toen de politici zich mee gingen bemoeien. En dat mensen weggezet werden in kampen en noem maar op. En, ja, maar ook... En die mochten werken. En, ja, dat klopt. Maar ook een verzorgingsstaat. Ja. Dan krijg je namelijk... Kijk, in de Gouden Eeuw kregen wij immigranten, die hadden wij nodig. Of die zagen hier business opportunities. En dat was hetzelfde in Amerika in 1800 zoveel tot 1900 zoveel. Maar dat, je krijgt natuurlijk een andere immigratie als je een verzorgingsstaat hebt. Dan krijg je... Dat is andere prikkels. En, dus wat ik ben het met je eens, als je inderdaad een overheid hebt die zich nergens mee bemoeit, dan is immigratie alleen maar een voordeel. En ook remigratie, als op het moment dat bepaalde mensen het niet zien zitten hier, maar ergens anders wel, dat is dan ook goed. Ja, ik heb een aantal docus gezien over die grensstreken. Ja, je hebt heel veel gedeeltes daar zien ze Mexicanen niet als een probleem en andere immigranten. Die willen ze juist hebben om dat goedkope werk op het land te doen, weet je wel. Wat de Amerikanen niet willen doen. Dus die komen daar ook. En sommigen die komen en die gaan dan weer, soms dezelfde dag, gaan ze weer terug naar Mexico. Om daar te wonen, naar een huis te gaan. En dan de volgende ochtend komen ze weer de grens over om daar weer te werken. Ja, het was natuurlijk ook na de Tweede Wereldoorlog maakte men zich ook erg zorgen dat al die troepen, die als die thuis zouden komen, zou er geen werk voor zijn. En dat pakte dan dat werd gewoon ontzettend snel opgepakt. Hè. Dat past zich bijzonder snel aan. En je merkt het ook met die Oekraïense vluchtelingen die hier, die twee, dat er dan weer mensen zijn. Die zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen met tuinwerk of zo. En die weten gewoon, oké, er komen nou Oekraïners aan, die spreken de taal niet, die kan ik mooi gebruiken voor mijn klusje. Dus die gaan actief op zoek. En iedereen is actief op zoek naar elkaar. Dan kan het toch heel snel aanpassen, zeg maar, als de overheid inderdaad niet daarin gaat lopen ingrijpen. Ik denk dat het een basis is voor succes. De vraag is of de Gouden Eeuw heeft kunnen plaatsvinden zonder immigratie. We hadden een gigantische immigratie toen. Maar goed, dat is in een veel vrijere wereld. Hoe zit het bijvoorbeeld in Nederland, waar echt alles fucking geregeld wordt en betaald? Want je kijkt normaal gesproken, als ik dan bijvoorbeeld zoiets zie van meer dan 70% van de niet-westerse immigranten werkt niet in Nederland. Zo'n bericht. Kijk, dat bestaat natuurlijk nooit in een vrije wereld. Dat je een land hebt waar jouw kans op werk laag is, dat jij daar naartoe verhuist. Dat doe je niet. Nee. dus als je dat dan toch doet, dan heb je dus een andere prikkel. En die prikkel hoeft niet goed te zijn voor een economie. En wat je natuurlijk ook hebt. Kijk, grote bedrijven hebben op zich wel behoefte aan concurrentie op de arbeidsmarkt. En zij hoeven die uitkering ook niet te betalen. Want heel veel grote bedrijven betalen heel weinig belasting. Die gaan wel op de... Die zitten misschien op de Kanaaleilanden of zo. En het zijn dan de middenstanders die dan de belasting betalen voor een...
eigenlijk een grotere groep werklozen die eigenlijk ervoor zorgt dat de lonen gedrukt worden. En die mensen die dan in die laagste lonen zitten, die zien hun lonen ook niet stijgen door die concurrentie in die sector. Dus ja, die beginnen dan te klagen. En die gaan rechtsconservatief stemmen. Wat er een uitkering uitgegeven wordt, is nog peanuts, hoor, vergeleken bij andere budgets zoals cultuur. Nee, maar de lonen worden natuurlijk. Het is interessant. Immigratie is interessant. Mm-hmm. Om de lonen te drukken, natuurlijk. Ja. Dus, en grote bedrijven hebben daar baat bij. Maar iemand die ergens aan de onderkant van de samenleving zit, die heeft concurrentie eigenlijk. Die wordt er misschien niet blij van, begrijp je? En ik probeer die onvrede te verklaren, dat is wat ik doe. En ik probeer ook te verklaren waarom er vanuit de overheid soms zo'n ontzettende drang is om immigratie op gang te brengen. Ik denk dat het gaat om die lonen te drukken. En dat grote bedrijven die gaan toch niet kapot aan de belasting betalen. Dus en jij zegt het valt ook wel mee met die uitkeringen, zeg je. Ze zien ook iedereen als uitwisselbaar. Die voorkomt dat de lonen te hard omhoog gaan als ze geld drukken. Ik denk dat alleen zo is, zolang er nog een soort droom bestaat. Je merkt bij de Oekraïners ook van ja, Amerika, Europa, dat is een soort droom. Daar is alles beter. En dan trek je nog mensen aan. Maar dat gaat op een gegeven moment, gaat dat verwateren. Want zij denken nog steeds dat ze iets voor die euro's, dat waardevolle munten zijn. Dus daar willen ze graag voor werken, ook als het er maar weinig zijn. Want dat is een belofte van het Vrije Westen of zo. Maar op een gegeven moment dan hebben ze die idee van ja, wel Vrije Westen. Nou, ik vind het volgende bericht, dit vind ik dus een leuk bericht, want ze mogen blij zijn dat die muur niet af is. Hè? Nou, ze willen op een legale manier de grens aan. Daarom wilden ze hem niet, denk ik. Maar ik bedoel, ik zag dat bericht een jaar eerder, dat er heel veel Amerikanen naar Mexico gingen. Dat was nog in die COVID-tijd natuurlijk. Kijk, in Mexico waren er op papier regels, maar in praktijk niet. Dan konden mensen nog een beetje normaal leven. En die Plan B is daar ook naartoe gegaan. En volgens mij is die man van Londen ook op een gegeven moment naartoe gegaan. Didi zat daar. Van Didi weet ik het wel inderdaad. Misschien zat die Plan B wel in El Salvador. Daar was je nog wel fan van. Maar je kon daar ook gewoon een huis kopen met bitcoins. Hè? Gewoon een makelaar die accepteerde crypto. Maar ik bedoel, ik heb me ook een beetje verdiept in Mexico. Ik dacht van, goh, want toen was de hele wereld kut. Ik dacht van, nou, dat is dan in ieder geval, daar is nog een soort van normaal leven mogelijk. Jeff Berwick is daar heel enthousiast over. Die woont er ook, hè? Ja. Wie? Jeff Berwick. Is dat ook een crypto figuur? Ja, hij is ook een anarchist en cap. En crypto ook, ja. De dollar vigilante. Hij is overal vanaf gegooid. Dus als je zijn video's moet je naar dollarvigilante.tv gaan. Het staat ook op library. Oké. Het zijn wel leuke video's, vind ik ook. Laatst had hij dat verteld, dat hij met die Luna had hij een miljoen verdiend in 2 dagen. Gewoon. Toen stond het op zoveel achter de komma. 0,00001. En toen heeft hij de hele berg gekocht. Toen ging het naar 0,00015 of zo, toen het idee verkocht. Ach, geniaal. Ik vind dat wel leuk. Maar het is grappig inderdaad, al die muur die daar gebouwd moet worden en alles. En nu gaan die Amerikanen zelf. Maar ja, goed, California, ik bedoel, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar als je uit Amerika en je hebt een Amerikaans paspoort en je vertrekt naar Mexico, dan ben je nog steeds de sjaak natuurlijk, want je bent nog steeds Amerika belastingplichtige. Dus om je nationaliteit op te zeggen, dat is nog heel lastig in Amerika. Het wordt ook steeds duurder. Bijvoorbeeld die Williams, zo die hier zat, die moest nog steeds belasting betalen in Amerika, terwijl die hier in Amsterdam die bodybuilder. Mm-hmm. Werkt dat zo? Dus Nou, hoeveel betaal je, maar dan betaal je wel minder belasting, want je hebt daar geen inkomsten. Ja, er zit er een benedengrens aan, dus je moet boven de, weet ik veel, 200.000 verdienen per jaar. Het is wel een aardig bedragje waar je dan boven moet komen voordat ze aan de andere kant ook. Maar ik weet dat het
bijvoorbeeld gebeurd is dat, ik geloof Boris Johnson of zo, die was in de VS geboren, maar hij heeft er nooit gewoond. Maar hij had wel een Amerikaans paspoort. Toen verkocht hij in Groot-Brittannië zijn huis met wind. En toen kwam de IRS opeens zetten van, hey, hij had zoveel voor ons voor die winst, want je bent Amerikaan, wereldwijde belastingen. En dat, ja, dat gaat het wel over een bedrag van een paar ton of zo. Oké. Okay. Ja, maar staat er verder, ik heb het artikel niet gelezen, maar staat, wat is hun, wat trekt hun aan? Ja, ik kan me het wel voorstellen. Dus... Nou ja, Mexico is inderdaad wel een beetje meer vrij. Ja, Jeff Burke zegt zelfs, ja, ik ben anarchist, maar die president doet bijna niks meer fout. Nou, hij, COVID vindt hij, die maatregelen vindt hij onzin. Je kan daar naartoe zonder testen voor PCR-testen of COVID-vaccins shit. Nou, hij zegt, er lopen wel veel mensen met een mondkapje ook rond, maar niemand zegt wat als je het niet doet. Mm. Ja, wie heeft het bericht ingebracht? Johan, heb jij dat? Ik, ja. Nou, vertel jij daar wat over dan? Ze zitten vreten de hele tijd. Ja, ik vond het gewoon grappig. Dat, hey. Ja, je ziet, het niet gelezen. Ja, eigenlijk wat ik altijd niet alleen zei, te vreten, ik drink ook wel eens wat. Eigenlijk, wat ik altijd al zei, ik bedoel, het gaat nog een tijd komen dat die muur, ja, die gaat al helemaal terug naar de 19e eeuw, hè? Want ze zijn met hekwerken bij de grens zijn ze al meer dan 100 jaar mee bezig. Oh. Wilson die was er al mee bezig, hè? Ah ja. Maar het is... Dat is een van de ergste presidenten. Ja, maar het is allemaal alleen maar erger geworden daarna. Ik geloof dat... Maar Clinton heeft er ook heel veel in geïnvesteerd in die manier. Ja, klopt. Dat vond ik ook wel zo mooi. Die Trump, die zei het hardop en die maakte er een hele show van. Ja, maar hij zit voor een democratische traditie voort. Ja, maar ik bedoel, die democraten, die werden helemaal gek en het fascist. Maar tijdens Clinton is er een heel stuk muur gebouwd en dat vonden ze allemaal prima. Ja. Ook met die kinderen in kooien, hè? Op een gegeven moment, dat vond ik zo mooi. Er was een foto van een kind in een kooi. En, maar die was tijdens Obama. Ja. En nou, een president waar dit gebeurt, dat is een fascist en een racist. Totdat ze erachter kwamen wie die president was. Dat was hun eigen held, Obama. Maar toen waren ze, en toen gingen ze hun eigen tweets dan weer verwijderen, weet je wel. In één keer was dat dan weer niet zo, weet je wel. En ja, nou goed. Ja. Nou, ik zeg altijd al gezegd, kijk, Trump die was een leven lang een democraat en die heeft gewoon de democratische beleid voortgezet. Ja, Ron Paul dus, die zei ook al, van, ja, pas op met die muur, want het kan je ook binnenhouden. En dat is denk ik een heel scherpe opmerking, dat ook dat kan heel makkelijk flippen. Van, oh, kijk, eigenlijk zijn al die republikeinen trappen daar altijd in. Dan zeggen ze, ja, er moet een muur tegen die illegal aliens. En dan schreven ze het hard om en uiteindelijk zitten zij gevangen. Dan kunnen ze niet meer uit vanwege die muur. En dat is eigenlijk ook gebeurd met al die maatregelen tegen terrorisme en surveillance en zo. En moslims, terroristen, en daar die juichen zij helemaal toe. En nu zitten zij in de gevangenis vanwege die maatregelen en die surveillance state. Vanwege de januari 6 demonstraties. Hè. Ja, dus, ik vind het ook zo raar met die conservatieven. Hè? De founding fathers dit, de founding fathers dat. En dat vind ik allemaal prachtig, want er staan ook hele mooie libertarische dingen in. Hè? Maar dan zijn ze weer zo heftig op dat immigratie. Terwijl daar is Amerika toch groot mee geworden. Dat is toch wel raar dat ze dan zo heavy zijn. Ja, ik denk dat het vaak is. Als jij aan de onderkant van de arbeidsmarkt zit, dan vrees je natuurlijk immigrant het meest, want daar zit dan de loondruk. Komt daar. De mensen die de meeste hekel hebben aan immigranten, zijn immigranten. Want die hebben de zwaarste concurrentie eigenlijk. Ja. Maar dat was natuurlijk bij de burgeroorlog in de VS had je dat ook, dat in het noorden maakten ze industriële goederen die ze konden importeren. Industriële goederen die beschermd werden door de overheid tegen concurrentie vanuit Engeland bijvoorbeeld. In het zuiden produceerden ze katoen en dan moesten ze gewoon op de wereldmarkt concurreren. Dus die overheid die bevoordeelde de industriëlen in het noorden en benadeelde de boeren in het zuiden. En dat is eigenlijk dan de reden waarom waarschijnlijk echt die burgeroorlog is begonnen en niet om slavernij, wat er dan later aan opgang is.
En ik denk dat dat nu ook weer een beetje zo is. Dat bepaalde elites, die hebben natuurlijk totaal niks te vrezen van die immigranten. En die zien dan het probleem niet. Terwijl mensen die wat meer aan de onderkant bungelen, die hebben dat dan wel. Ah, dus er stemden ook heel veel ex-immigranten, stemden op Pim Fortuyn. Ja, terwijl die wou ook migratie aan banden leggen en zo. Maar die zien die direct die concurrentie daar natuurlijk ook in. En heel veel Hispanics, hè, die schijnen nu ook republikein en Trump-achtige ideeën te hebben, weet je wel. Die zitten daar ook niet op te wachten op die. Maar ja, goed, het is inderdaad, als je die concurrentie voelt, dan is het een dingetje voor je. Doen we die E-gulden nog trouwens? Ja, laten we snel doen. We hebben nog wel twee berichten. Maar voordat die weer crasht. Ja. Ik moet wel zeggen dat iedereen even opnieuw even uit het betekenen Ron Paul moet intypen. Want waarschijnlijk is die. Al de crashes verloren gegaan. Ja, is dat weer die data weer verloren gegaan? Ik kan wel even kijken hoor, maar. Browser even weg. Nou. Als jij die andere twee berichten wil doen eerst, dan is jouw show. Nee, die doen we daarna, maar... Oké. Ja. Even kijken, wiel. Moet ik even kijken hoor, hoppakee. Iedere week weer even kijken hoe ik dat ook alweer deed. jongens, het is warm hier. Showwiel. Hey. Waarom doet hij nou niks? Oh, daar. Oh, nee, iedereen staat er toch in. Mooi. Ja. Goed, ja. Nou ja, dan gaan we gewoon even aan het wiel draaien. Als mensen nog even, als je naam er niet bij staat, typ even uitroepteken Ron Paul in de chat. En dan maak je gewoon kans op... Nee, ik zie inderdaad dat niet iedereen er nog bij staat, ja. Dus, typ nog even snel je naam in. Dan ga ik beginnen. 3, 2, 1 en we gaan draaien. Nou jongens, dat was spannend. Wie gaat het worden? Het wordt JF. Ja. Yo! Yeah. JF. Onze baron. Ja, die is de gelukkige. Wat een ziek idee. Gaan we weer even terug naar. Even kijken hoor, de main scene. Even die egel er even uit. Hoppakee. Studio. En hoppakee. Ja, we hadden nog twee berichtjes. Doen we nog even snel. Natuurlijk heel belangrijk dat jullie weten dat, hoe wij hierover denken. Even kijken hoor. Het gaat over Rusland. Over dat, dat gaat er zeker over dat kleine landje wat Rusland nog heeft in Europa. Ja, voormalig Koningsberg. Belangrijke ontwikkelingen. Want ja, het is natuurlijk al vaker gebeurd in de geschiedenis dat op die manier een soort oorlog is uitgelokt. Van je gaat gewoon de Oost-Pruisen afsluiten van de kolen en energietransport of essentiële dingen van leven die van een ander gedeelte van het land komen, zo'n exclave. En dan, die mensen die worden natuurlijk raken in paniek en die mensen in het andere stuk, die voelen een soort verwantschap. Die zeggen, je zijn onze etnische Duitsers zijn jullie aan het doodhongeren. En daar krijg je daar een oorlog van. Dus dan, en wat er dan kan gebeuren is dat Rusland door Litouwen heen stapt om daar de bevoorrading te verzekeren van dat stukje Rusland. En ja, dan heb je natuurlijk een artikel 5 event en het NATO en kijk die agressie van die Russen is. En dat is natuurlijk al vaak, eigenlijk is dat ding met Donetsk ook aan de hand. En ik denk dat het met Duitsland was dat eigenlijk ook het geval. Hè? Dus je kan elke bevolking kan je gek krijgen door gewoon hun etnische broeders. Het was in Nederland eigenlijk ook zo. Ik weet dat mijn opa bijvoorbeeld, die was tegen de Engelsen voor de Tweede Wereldoorlog, omdat de Engelsen, die hadden de Nederlandse, van oorsprong Nederlandse boeren in concentratiekampen gezet in Zuid-Afrika. En
ja, dan is er toch een soort haat tegen die Engelsen daarom. En ja, zo, dat werkt altijd heel goed om een oorlog tot stand te brengen. Want dan kan je altijd zeggen, ja, zij zijn de agressors. Hoe gaan ze het volhouden? Of de trein? Ja, misschien kan je een zeebrug, een zeeverbinding maken. Bij Berlijn was het ook zo'n geval eigenlijk. Hè? Berlijn met Ichbin en Berliner. Je sluit het helemaal af en dan, ja. Nee, ik bedoel, hoe erg gaat Litouwen het op de spits drijven? Ja. Of zou Litouwen de opdracht van de NAVO of zo, van de EU, om wat er, te ja, wat er vaak gebeurt is, die krijgen dan een beveiligingscard blanche. Ik zat erover te lezen, over Polen bijvoorbeeld, dat Oost-Pruisen, dat was ook zo'n exclave, en daar zat een stuk Polen tussen, met de rest van Duitsland. En Polen die ging dat dan ook afsluiten. En Polen had een carte blanche gekregen qua beveiligingsgarantie van Groot-Brittannië. En daardoor gingen ze niet onderhandelen. Ze waanden zich gewoon helemaal beveiligd door de UK beveiligingsgarantie. En sloegen elk aanbod voor de onderhandeling af. En ik denk dat een beetje een vergelijking is met Oekraïne. Die hebben ook zoiets van, we hebben de NAVO achter zich staan. En Litouwen zou ook zo kunnen zijn van, we zijn een NATO-land, ons kan niks gebeuren. Dus waarom zouden we überhaupt ergens mee onderhandelen of een compromis sluiten? Want wij hebben de NAVO achter ons. En het bleek toen met Polen dat die hele Britse garantie gewoon geen knip voor de neus waard was. Dus het zijn wel interessante dingen dat we gewoon steeds weer dezelfde loopjes doorlopen. Zouden ze ervoor betaald krijgen of een soort gunst iets? Door van de NAVO of zoiets. Nou, ik denk dat in die landen ook wel echt de angst en de haat tegen Russen erg groot is. Ja, oké. Ja, Litouwen. Ja, precies. Het zijn allemaal van die ex-Sovjet-republieken die nog bang zijn dat ze alsnog terugvallen in de Sovjet-Unie of zo. En dat ze weer. Ja, Het is vanuit Leeuwarden is het 1274 kilometer naar Koningsberg. Of Kaliningrad, zoals het nu heet. 14 uur en 19 minuten reizen. Snelste route. Voor mij heeft het altijd Kaliningrad geheten, alleen wij hebben het Koningsberg genoemd. Die Pruisen? Dat was toch Oost-Pruisen vroeger? Ja, maar het deed gewoon Kaliningrad. Maar daarvoor was het ook weer Kaliningrad. Lijkt wel of ze altijd van die gebiedjes openlaten, om later weer een oorlog mee voor te kunnen zetten of zo. Ja, Misschien is Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, dat zijn ook nog van die. Als we een wereldoorlog beginnen. Als we ooit nog het België in oorlog willen opstoken, dan gaan ze dat gewoon even doodhongeren. En dan zien wij al die mensen in Baarle-Nassau, die zien wij voor de camera. En dan voel je patriotisch hart, gaat dat opeens sneller kloppen. Er was toch ook met die COVID-maatregelen, dat het daar bij Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, dat was een toestand. Want je mocht op een gegeven moment niet meer naar België. Hè? Dan moest je, vanwege de COVID mocht je niet meer naar België. De grens was dicht. Maar ze hebben daar iets van 14 grenzen of zo. Ja, ja. Er liepen een grens door zo'n HEMA heen of zo. En dan mocht je niet in de ene kant van de winkel komen. Dat is gewoon... ik kan me dat nog herinneren. Koningsbergen, ja. Hopkins, die had ook een mening. De Federal Republic. Ja, heren, Koningsbergen werd trouwens gesticht. Huh? Koningsbergen werd, ik lees het hier, gesticht in 1255. En het is pas in 1946, dus dat het Kaliningrad heet. Ah, oké. Nou ja, goed. Oh, ja, door Duitsers natuurlijk, ja, die Koningsbergen, ja, dat is dan op zijn Duitse. Speaking over Duitsers, volgende bericht. Ja. A new normal in Germany. Dus daar mag je nou een aantal dingen. They are discussing the revising the Infection Protection Act. In order to grant themselves the authority to continue to rule the country by decree. En dat houdt onder meer in dat er een aantal dingen mag je gewoon niet meer zeggen. Even kijken hoor, er stond een lijstje opgenoemd. Ja, je mag geen COVID moet je in een
een vaste mening over hebben. Je mag natuurlijk geen Holocaust denial doen. Even kijken hoor, wat of ik... Een vaste mening over COVID? Je mag niet COVID-ontkenner zijn. Oh! That's right. Publicly challenging the official COVID-19 narrative or protesting official new normal ideology is a political crime in new normal Germany. Ja, maar de narrative is ruimer, hè? Dat is gewoon dat alles wat de overheid zegt over COVID. Dat het de dodelijkste ziekte is sinds de Spaanse griep of weet ik veel wat. Je mag de hele narrative mag je gewoon moet je volgen van over. Dat is anders ben je een domestic extremist. Ja. Anti-democratic or security threatening delegitimization of the state. Nou ja, dat doen wij elke dag gewoon. Ja, maar wat voor straf staat erop dan? Jeroen Pons die woont daar, hè? In Duitsland. Nou, dat is dan een terrorist in wezen. Die kan dan. Die ontkent alles van het narratief. Van, ja. Als je delegitimize the state doet, dan kan je arrested worden. En charged as a political criminal. Dus anarchisten zijn in principe nou political criminals. Ja. For example, if I write here in this column where I could propose that the German government had no legitimate reason whatsoever for locking down an entire population, forcing everyone to wear medical looking masks and demonizing and segregating the unvaccinated, that might make me a political criminal. Ja. In the new normal Germany, if you criticize the state too much, special force commandos will raid your home and confiscate your illegal registered sport weapons, and propaganda outlets like TASS, Tagesspiegel will paint you as some kind of militant terrorist. Ik kan me nog herinneren dat die partij, die Groenen of zo, dat het GroenLinks daar is. Die hadden toen ook, ik weet niet of dat er doorheen gekomen is, maar dat ze hebben het in ieder geval geprobeerd. Ze wouden naast de Holocaust-ontkenning, wouden ze ook als jij climate change ontkennen. Ja. Of dat door dat mens gestuurd, dat wouden ze dus net als de Holocaust strafbaar maken. Je mocht het narratief over climate change, dat mocht je niet ter discussie stellen. Ja, natuurlijk, als je dat eenmaal over één ding doet. Ja. Dat je bij de Holocaust begon dat eigenlijk, Holocaust denial. Dan weet je gewoon dat het gaat glijden. Dan zijn er mensen, ja, maar dit is ook zo belangrijk. Dus dat moet ook eigenlijk daaronder vallen. En dit eigenlijk moet daar ook onder vallen. En dat gaat zich steeds verder uitbreiden. Ja kijk, zo'n Holocaust deniers, hoeveel zijn het er, weet je wel? Ik denk dat het voor hun interessanter is om inderdaad een COVID-narratief of zo'n climate change ding te gaan verbieden. Ja, omdat dat Holocaust deniers, dat is een klein groepje idioten. Nee, kijk, dat is het anders. Oh. Als jij zegt dat er... Want het gaat over het getal 6 miljoen Joden. Ja, dat er 4,8 zijn of zo, dan ben je al... Ja, dat er 6 miljoen mensen waren, waaronder dus 4,7 miljoen Joden. En de rest, zigeuners, Jehovah's getuigen, communisten, homo's, activisten. Ja, maar zo streng is het? Dus als je zegt van het zijn er 5,3 in plaats van 6, dan ben je al... Ik kijk hier op een flikker van in zo'n praatgroep op... Weet ik, vrijzinnige denkers of zo was dat. Echt de meest fascistische groep daar op Facebook. En zei ik zo van, volgens mij waren er ook zigeuners uitgeroeid. Maar ik dacht dat is ook zo. Ja, dat mocht ik niet zeggen, dat zo was. Nee, het waren alleen Joden. Nee, toch? Want in Nederland... Ja, maar dat is denk ik niet de officiële policy. Die mag dat die ene vond dat wel. Ja, maar er zit altijd een maloot op een forum, kan je nou vinden. Maar... Ja, en ik was een Holocaust ontkennen, omdat ik zei dat ook zigeuners en ook verzetstrijders werden vermoord en Polen en noem maar op. Dat wordt toch niet ontkend, dat zigeuners. Ja, maar sommigen gaan er heel ver in, hoor. Sommigen gaan er heel ver in. Ja, maar het is toch niet... Ja, maar er zijn ook mensen die maken je voor complotterroristen als je de Federal Reserve begint. Dat er gekke mensen zijn, dat hoeven we niet te herhalen. Maar jij gaat toch niet de bak in Duitsland als je zegt dat er zigeuners zijn vermoord?
Huh? Je gaat de bak niet in Duitsland als je zegt van er zijn ook zigeuners vermoord in die concentratiekampen. Nee, maar wel als je zegt het zijn er. Een getal 6 miljoen kan twijfelen. Ja. Dat heb ik ook wel gehoord, ja. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Dus, ja, maar ik ben er wel ook niet zelf, voor. Als je geloof ik kijkt naar die 6 miljoen, daar zat geloof ik 4 miljoen Auschwitz bij. En die Auschwitz hebben dat later bijgesteld naar, weet ik veel, 2 miljoen of zo. Ik verzin alle getallen maar even. Maar er zijn 2 miljoen verdwenen. Maar die 6 miljoen hebben ze nooit meer bijgesteld naar 2 miljoen lager. Dus wat ze er bij het Auschwitz-centrum van afgehaald hebben, hebben ze het er nooit bij het totale aantal van afgehaald. Want die 6 miljoen, die moesten heilig blijven, kennen. Ja. Ja, dus net, het is bijna hetzelfde als wat die uitzending van Riepke. Hebben jullie die ooit gezien over die biodiversiteitscijfers? Over die beesten die uitgestorven waren, die nooit bestaan. Ja, ja. Oh ja, dan verzinnen ze hypothetische beesten, geloof ik, of zo? Of, nou, aliens. Nou, hoe ze het doen. Ze zeggen van, ja, we kunnen nooit weten. We weten niet hoe alle beesten op de aarde weten we niet. Ja? Mm-hmm. En dat klopt ook, want er zijn vast beesten, we hebben geen idee van, hè, insecten of zo, bepaalde, die kennen we niet. En dan op een gegeven moment, dan heb je dus een aantal dieren sterven uit per 100 jaar, dat gebeurt. Maar wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben dus die dieren die ze niet wisten of ze er wel of niet waren, die zijn ook weg. Want weet je wel, en dan krijg je hogere cijfers met uitsterven. Een beetje aan de temperatuurdata, denk je. dus ja. Nee, maar goed. Ja, kijk, ik vind het dol. Maar eigenlijk is het dan nog steeds een holocaust. Ook al als er 4 miljoen Joden worden vermoord, dan is het toch ook al. Dat is toch ook erg. En bedoel, ja. Ik kan dan niet zeggen van. Oh, maar die nazi's waren dus, er waren best wel goede jongens of zo. Het waren dan maar 4 miljoen. Dat staat toch nergens op? Ik snap niet dat dat zo'n punt is of zo. Het is toch gewoon allebei vreselijk? Is het dan niet meer erg? Het gaat er meer om dat hun een middelstok hebben om anderen mee te slaan. Snap je? En dat de Joden vermoord waren, ja, dan gaan ze zeggen, ja, maar het moet er 6 miljoen blijven. Als jij daaraan twijfelt, dan ben je, en je bent een opponent van ons. Want als iemand binnen hun gelederen daarover twijfelt, die gaan zeggen, oh, die zielige zigeuners. En er zijn zoveel vermoord en zo. En iemand gaat zeggen, dan zullen ze oogje dicht. Dan ben je hetzelfde als zo'n PvdA-figuur zegt, kut Marokkanen. Nou ja, dan, maar als Thierry Baudet zou zeggen, dan... Het is net zoiets als je zegt, een man is anders dan een vrouw. En dan word je in elkaar geknald op de social media. Ja. Is gewoon inderdaad, ze hebben een aantal regels opgesteld en die zijn ook heel vloeibaar. Die kunnen zo weer veranderen. Maar als je er niet aan houdt, dan ben je wel de sjaak. Mits je inderdaad van de andere kant bent. Ja. Dus vandaar. Nou, jongens, het is niet te geloven. Ja. We hebben het gehaald. Ja. Hey. Wel 2 keer gecrashed. Man. Ja. Man. We hebben het gehaald. Ja. Nee, ik ga meteen even de afsluiting doen. Er wordt nog wat in de chat gezegd, geloof ik. Kijken wat er gezegd wordt. Korte stream. Ja. Ik werk me kapot hier. Voor hoeveel luisteraars eigenlijk? Geen idee. Maar nee, ik kijk er nooit naar. Maar goed, ik gooi de eindtune erin. En ik weet niet of ik jullie nog bij het feestje van Quintus zie. Ja, misschien. Ik was wel van plan er naartoe te gaan. Oké. Ik moet even raadplegen hier, hoe dat dan met baby's gaat en zo. Oh, blijf nog heel even hangen dan. Ik heb nog wel een vraagje. Ik ga wel even de eindtune erin gooien. Waar zat hij ook alweer? Oh ja, bij Jingles. Ja. Even kijken hoor. Die mag weg. En... Nou jongens. How dare you? Oh, hey. Oh ja, hier eind. Oh mijn god, die komt te snel in. Moet ik nog officiële afkondiging doen? Nee, ik had een blokje omlopen en dan kom ik terug en dan zijn we wel... Ik had een vraagje nog. Ja, ik weet welk vraagje dat is. Ik weet niet of er genoeg ruimte in die auto is. Nee, ik rijd met iemand anders mee, maar... Ik ga hem even afkondigen.
Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil iedereen nog hartelijk danken voor het luisteren uiteraard. Nou ja, het zet, ik ken het verhaal wel. Hier staat het. Oké. Okay. Ja. Maar dat is net ook eigenlijk ook. Ja. Waarom draai ik hem eigenlijk nog? Ik zet hem gewoon uit. Oké. Okay. Doei doei!